Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest, de Gaming Podcast van iGen Benelux. Mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Sven Rietkerk. Ja, hallo. En de man die hebben zorgt dat alles werkt hier, Julien Hallo de reis. Ik dacht even dat je weer jouw mensen zou gaan noemen. Nee, dat, dat doe ik niet. Dat kan ik, uh, dat kan ik niet vervangen. Dat, uh... Ik ga het proberen, anders missen mensen het. Yo! mensen. Lekker <laughs> hoor. Dat is uh, voor Tom natuurlijk, die er vandaag helaas niet bij kon zijn. En volgende keer is hij er wel weer bij als het goed is. Waar gaan we het vandaag over hebben, jongens? Uh, Sven die heeft al F1 2022, of nee, F1 22 moet ik F1 zeggen. 22, F1 22. Ja, volgens mij is het zelfs officieel IE Sports F1 22. Oké, okay. nou mijn excuses. is, dat heeft Sven al mogen spelen en daar vindt hij wat van. Dus dat gaan we zo meteen eens even luisteren wat hij daar precies van vindt. Zal ik mijn telefoon op stil zet voordat jullie mogen trillen. Uh, daarnaast is er nieuws over Diablo Immortal en het is helaas geen goed nieuws. Um, ook... Mogen we inmiddels praten over dat we Arclight Rumble hebben gespeeld. Weer een andere mobile game. De Jij? jij. <laughs> ik. <laughs> Arclight Rumble heb ik gespeeld. Nou, Sjaak heeft ook een potje gespeeld volgens mij op de telefoon. Op jouw telefoon? Oh nee, hij nee, heeft Apex was, uh, gespeeld. Apex, toch? Ja. Ja, hij heeft Apex gespeeld. Um, ja, die Sjaak komt met dingen weg. je nou weer helemaal knikken daar. Van, ja, nee, hij Shaak heeft ook Arclight. Hij de... heeft de eerste eerste map oh. van Arclight gespeeld. Ah. Want toen was ik met Tom en Sjaak eten. En toen heeft hij dat gespeeld. Dus Aha. ik lieg niet. Um, en uh, er is een nieuwe Marvel game aangekondigd. Uh, van Ben Brode. En we gaan dadelijk vertellen wie dat is. Dat, dat is nu <laughs> al de game voor mij. Oh, de game voor Sven. Ja, ja hij is wel een Sven-game, inderdaad. Ja. Ja. Um, daarnaast gaan we het even uh, hebben over wat we hebben gegamed. Maar eerst wil ik weten hoe het is. Sjoer, hoe is het met jou? Nou, heerlijk. En met jou? <laughs> nou, ook goed. <laughs> Super. Ja, nee, maar... Ja, maar Ik heb niet echt veel meer te vertellen. Ik ben jouw avontuur gegaan gisteren. Maar, maar dat komt binnenkort pas allemaal uh, bij, bij, uit de verf. Ja. Wij zijn gisteren op avontuur geweest oh. naar het helemaal oosten van Nederland. Ja. Naar, dat kunnen we wel zeggen, de prijswinnaar van uh, de Trustprijsvraag met de Gamekamer. En uh, dat was hartstikke leuk. Zijn ja. ouders waren ook hartstikke aardig. Die hadden allemaal soep en broodjes met, voor ons klaargezet. Een soep. Ja, dus wij hebben gisteren eigenlijk best wel een leuke Ja, uiteindelijk uh, het regende maar wij hebben gelachen. Ja. Zo ja. moet je denk ik zeggen. Ja, dat is wel uh, een echt avontuur was het. Met uh, rennen en... en... Treinen op tijd en uh, het Indiana Jones Show. Ja, ja. kwam het wel een beetje op neer, maar dan in de weilanden. Ja, superleuk, ja. 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 Nee, dat dat kijk je wat anders gezien. Het is best wel leuk om een keertje uit een stad te zijn, inderdaad. Ja, dat is heel speciaal. Sven, hoe is het met jou? Prima. Ja, kan niet anders zeggen. Heel goed, jongens. De informatie, Sven mocht niet mee. Die bleef nee. wel ja. in de stad. ja In, in Ede. In, in een nou. <laughs> <laughs> beetje vergelijkbaar denk ik met waar jullie waren. <laughs> nou, nee, 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 nee. Sven. <laughs> wij waren dus laatst bij jou op bezoek in Ede ja en wij zijn dus nu in het helemaal oosten van Nederland geweest en dat is wel een wezenlijk verschil kan ik je vertellen Dat ja, geloof ik wel ja ik moet zeggen Ede daar heb ik mijn oog al uitgekeken over bepaalde zaken <laughs> de, de bus vooral waarschijnlijk de bus was inderdaad uh, <laughs> vrij vrij oud ja, en, ik uh, vind het maar had je echt pech want er rijden ook hele nieuwe bussen oh ja dan rijden ze we... rijden ook rond oh nee we hadden een hele oude bus oh wat is dit of hey chuk chuk hijp Train is bereikt <laughs> En uh, hype. <laughs> we zijn de ChuChu toch? Oh, ja. Mensen Drie, die twee. Hé, ja, Nick, weet je jammer dat jij het weer niet doet, ah, hè? Nee, maar... je voelt je weer te cool ervoor. <laughs> Jullie vergeten even dat wij dit hebben besproken voordat we de opname hebben gestart. Dus mensen die dit nu luisteren oh. op Spotify denken: Waar de fuck hebben zij het over? Nou, ja. we hadden een paar abonnees op Twitch en blijkbaar als je dan nog een keer abonneert, dan gaat de hype train af. En uh, een anonieme schenker heeft. Uh, een cadeau gedaan en daardoor ging de hype train af vandaar even de choochoo. Maar nu moet je wel ook even hoe wij het deden choochoo. Ja klopt want je anders had ik echt het gevoel dat je zo'n high five geeft en dat je iemand blijft laten hangen zeg maar oh ja. weet je wel dat ik, snap had het. ik nou. Ja maar ik heb net wel een yo mensen gedaan dat hebben jullie oh ja. niet gedaan dus. Nee dat is waar ja jouw mensen. <laughs> maar goed ja met mij gaat het ook goed jongens inderdaad gisteren op avontuur oh. geweest was hartstikke leuk. Ehm hey, um, even over wat er een beetje is gegamed de afgelopen tijd. Um, Sven jij hebt laatst al een keer verteld over Um, Minecraft Pixelmon. Ja, dat was fantastisch. Dat je dat aan het voorbereiden was. En nu heb je het ja. gespeeld. Nou ja, voorbereiden. Ik heb niet even voorbereid. Alleen dat ik het moest installeren op mijn uh, op een laptop. En dat ging uh, fantastisch. En we hebben met uh, wat was het, zeven of acht mensen hebben we lekker een middagje uh, Minecraft Pixelmon gedaan. En dat deden we eerst uh, hadden wat uh, gasten hadden allemaal een eigen puzzelding gemaakt. En dan kon je weer. Uh, uh, speciale evolution stones krijgen en dan als je die had uh, verzameld dan kon je naar een soort battle tower en de battle tower was de boem dat je ze gingen uh, ja daar uh, doorheen gingen ze ging verslaan en daarna de iedereen die het lukte deden een soort uh, afval uh, round rumble pokemon battles en uh, ik werd tweede dus ja uh, redelijk tevreden en die Pokémon moet je dan eerst ook in het wild gaan vangen ja. of oké okay, en je kunt gewoon direct een rij vangen of ja uh... als je mazzel hebt wel maar die zijn we niet eens tegengekomen enige die we de die ik heb gezien, er was een Lugia, maar dat was iemand anders al mij voor. Dus die had een Lugia. Maar dat had hem snel weggesnijd. Ja. Uh, dus we stonden Set. met ze Eén iemand die had hem gevonden en de rest die ging er naartoe. En zag je steeds balletjes tegenaan <laughs> gooien in de hoop dat die ene hem niet zou vangen. Maar die ving hem wel. Uh, ja, dat. En de, het was uh, leuk. Maar welke Pokémon had jij zelf? Oeh, wat had ik al weer Ik had een Ampharos. Ik had een Tyranitar. Oh. Uh, ja, ik was wel redelijk oké. Okay. Een Heracross. Want op, je moet een Heracross hebben. Ja. Dus het is allemaal wel, uh, wel redelijk oké. Okay. Nice. Uh, Vaporeon. Nou ja. Dus voor herhaling vatbaar ook. Zeker voor herhaling vatbaar. Alleen het ding is dan, iemand moet de tijd hebben om zo'n hele map te gaan maken met puzzels en dat soort dingen. Anders is het gewoon, je vangt de Pokémon je levelt ermee en je gaat vechten. En het is toch juist het Minecraft gedeelte. Ik ben zelf niet zo goed in het Minecraft gedeelte. Ik ben beter in het Pokémon gedeelte. <laughs> um, ja, ik heb dus vrienden die, uh, een van die gasten had een puzzel gemaakt. Dan moest je op de juiste moment, moest je op knoppen drukken en dan, als je het goed deed, hoorde je de eerste paar tonen van het Harry Potter liedje. En dat was dan de oplossing van de puzzel. Eh, uh, dus zo creatief ben ik niet in, in Minecraft, maar dat uh, nee, ja. is echt een gedoe om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat Kun je, je dat niet downloaden de... of zo, gewoon die maps? Ik geloof vast dat dat kan, maar... Uh, het is toch leuk om het zelf te doen? Ja, ik denk dat het, het, het voegt wat toe. Als je met, we zaten ook met z'n allen in één kamer, dan is het toch leuker om... Uh, oh, wat heb je? Leuke puzzel gemaakt? Of uh, mensen horen schelden en zo, dat is leuk. Dat is dat echt in een kamer ook? Ja, ja gewoon bij iemand in de huiskamer. Een landparty'tje. Ja, een oldschool landparty was het. En dan met laptopjes? Of, uh, uh, dit waren uh, allemaal laptopjes, ja dus dat is toch tegenwoordig wel een groot verschil met uh, nou ja zeg tien jaar geleden dat je met je grote kast uh, nog ergens heen ging zo maar nu allemaal uh, ja allemaal met laptopjes ik weet nog wel dat ik inderdaad gewoon een keer heel mijn computer met alle zooi achter in mijn auto heb geflikkerd ja. uh, naar België naar vrienden daar om daar te gaan landen dat ja. was een hoop gedoe hoor ja tegenwoordig is het chill dat je gewoon klap en uh, dan kun je beginnen ja dat is een heel groot, groot voordeel zwaar in. toen inderdaad ja nog steeds mijn pc kast is ook nog steeds echt dat je denkt van waarom is het zo zwaar ja dat is echt niet normaal Lekker jongens. Um, even tussendoor krijgen we gewoon uh, vijf abonneetjes van uh, Timon. Oh. Dankjewel Timon, super bedankt. En hij heeft dus vijf mensen geblest met, uh, met een abonnement. Dus jullie kunnen allemaal Timon dat bedanken goed. voor een gratis uh, abonnement. En dan blijft de hype-trein dus levend. <laughs> Wat ik dus nu wel akelig vind, is dat het dus wel werkt. Ja, het werkt heel want goed. Want Timon denkt: van, hé, hé laat ik dat dus eens ja. even gaande houden. En... en ik krijg weer een stressaanval, aanval, want ik zie weer zo'n timer. Zo'n timer aflopen. <laughs> ja. Echt niet goed hoor. Hij nee. begon ook weer opnieuw ja. bijna ja. afgelopen. En toen ik dacht al: Timon weer. Tju -tju. Maar Twitch weet dus, dit werkt. Ja. Akelig. Hey, um, Sven, vorige week had jij er volgens mij ingezet. En toen was ik er niet, dat je Vampire Survive had gespeeld. Ja, klopt. Ja. Oh, God. Dus daar wil ik het even over ja. hebben. Want ik heb ook op Steam gezien ja. dat jij niet heel even hebt gespeeld. Hoe lang heb ik al oh. gespeeld al? Er stond bijna vijf uur toen oh, ik ja, keek. Oh ja, keurig. Ja. Sven, dat je is je de gewoon de vijf over, uur die je in de les Devels hebt zit kunnen steken. Zie Tom is er niet. Ik moet ook een <laughs> dat is gewoon vijf uur. Ja, maar dit vond ik leuker. <laughs> nou ja, dat kan je nee. toch niet menen. Een triple E-game. <laughs> nee, Vampire Survive is echt leuk, hè? Het is het, is het gevaarlijke spelletje van mij, want het heeft drops en het heeft oneindige voortgang. En, uh, ja, het is best wel leuk. Ik denk elke keer, nog één keer proberen. Ja, echt <laughs> dat. Ik, en ik had het bibliotheeklevel, dat is het tweede level. Ja. Nou, daar ben je zo goed als je, je hebt zo eentje die meteen een tweede. Um, uh, activatie van een wapen heeft, zeg maar. Ja. Dus als je daar uh, meteen een, uh, de whip pakt, dan heb je dus een whip aan twee kanten, dan kan je gewoon naar boven en naar beneden lopen de hele tijd. Ja. En dan is het gewoon pop, 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 level up, pop, 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 level up. En dat gaat, werkt echt heel snel. Ik uh, merk dat ik nu nog... Zo... Heb je ooit video's opgezocht met kleine guides nee, of tips? Nee, nog helemaal niks. Ik merk nu dat ik uh, in het eerste level... Elke keer, laat ik zeggen, rond 15 minuten een beetje vastlopen, omdat ik denk, voor mijn gevoel, toch niet snel genoeg mm. heb geleveld. Aan het begin ga ik dan redelijk snel, mm -hmm. maar uiteindelijk wordt het wat chaotischer. Mm. En dan merk ik dat ik niet snel genoeg level om dan er doorheen te komen, want dan word ik gewoon, ja, Ja, ik heb, dus, ik heb dus dat, ik weet niet wanneer je dat tweede level vrij speelt, als je level 20 bent of op 20 minuten? In een van die twee. Maar uh, dus die heb ik vrijgespeeld. Daarna, als je, toen ik die had, speelde ik heel snel ook extra gekke wapens vrij. Dus bijvoorbeeld de uh, uh, knife in combinatie met een mm. Gauntlet, geloof ik. Dan kreeg je unlimited niveau. Dat was alleen maar flop, 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 flop. En dan had het heel hard. Oké. Okay. Dus je kunt ook nog, als je op level, een ding op level 8 hebt, is het hoogst geloof ik. Ja. Als je dan nog een keer iets vindt, dan heb je een soort legendary-achtig wapen ervan. Aha. Heel gek. Ik, uh, ja, ik ga sowieso nog verder spelen. Ik speel af en toe wel een paar rondjes en dan vind ik het ook wel leuk. Maar ik, ik heb nu iets. Ik wil die eerste map op 30 minuten beha behalen oh ja. en dan ga ik door naar twee. Maar. Ja, dat zou ik misschien, ja, dat zou ik misschien wel een keer kunnen doen. Maar die tweede is, heel, die is veel makkelijker eigenlijk. Omdat je dus. Dat is gewoon één, één balk van links naar rechts. En ja. die, uh, kun je gewoon, dan hoef je alleen maar op en neer te lopen. Oké, okay, duidelijk. Um, ja, je bent ook weer teruggedoken uh, in Legends of Runeterra, die kaartgame van League of Legends. Ja. Hoe dat zo? Ja, omdat ik uh, daar nog niet heel veel meer over mag zeggen, denk ik. Want volgens mij. Oh ja, uh, mag ik daar niet heel veel over zeggen? Uh, weet ik niet. Er <laughs> komt uh, iets nieuws aan. <laughs> Oké, okay, dan houden we het daarbij. Ja, laat het daar. Volgende, volgende week praat ik, praat ik jullie bij. Ja, en. Het broertje ervan, Teamfight ja, Tactics. Daar mag ik wel heel veel over zeggen. Ik heb uh, de set 7.0 gespeeld. Dat is Dragon Wat is dat? Ik zag dat en ik vroeg me af waarom dragons overal en nergens. Alles is dragon. Dragon op uh, uh, opeens worden. Ja. Ik snap niet dat dat waar, waar die trend vandaan komt. Ik wilde Warcraft, het. hè? En dan dacht iedereen. Ja, maar zelfs wees. die waren niet ook de eerste, toch? Met het, zeg maar. Er was dat nog eentje daarvoor. ja, ja alles maar, is altijd draken. Ja. Elders, Online was zo opeens. Uh, ja. Het allemaal, ja, ja, allemaal, het stamt allemaal uit de gouden fontein bij Nick. We waren ja, daar, hij heeft okay. allemaal uitgelegd. Je hebt daar, bij het ervoor? station heb je een fontein met een gouden draak erop. En dat is een bos. Oh dat ja, is hoe het is begonnen. <laughs> iedereen die komt daar langs. Ja, in de de iedereen die de moet draakken. een expansion pack maken. Julien ja, 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 okay. heeft er een video van gemaakt. Is het voor, echt voor zijn TikTok? Ja, ik moet, het nog, ik moet het nog verwerken in het verhaal, maar wat ik goed. moet nog even wat verzinnen. Ja. Iets over uh, feitjes over goud of zo. Ja, dat is zoiets. Ja, hoog oh, draak. Ja, cool. Ja. ja, nou ja, dus je kan nu draken die ook eigenlijk niet. Aurelian Sol is natuurlijk een draakachtige. En Shivana. Die zitten erin, maar ook uh, Eoshin en nog een aantal van dat soort. Ja, ik ben heel slecht met die namen. Uh, die zitten erin, en de draken kosten twee keer zoveel in TFT nu uh, dan uh, gewone units. Dus als jij een 4-kost uh, normale unit hebt, is de draak 8-kost, omdat ze gewoon veel sterker zijn, want ze geven drie keer de Origin, is dat geloof ik. Dus stel je hebt um, uh, 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 Astrol en je vindt een uh, volgens mij Aurelian Sol, dan heb je opeens uh, in plaats van dat je de 6 Astral's had heb, heb, en je zet Aurelian Sol erin, heb je 9 Astral. Uh, dus dat is een enorm Buff voor je hele team. En je kan ook weer builds maken die juist heel goed werken. Zonder dat je een draak in je team hebt. Dus dat is cool. Ze, ze hebben eigenlijk alles weer op de schop gedaan. dus allemaal nieuwe trades ook. En uh, nieuwe origins waardoor je alles weer kan combineren. Het is weer een. Ja, er ontstaat gewoon weer een nieuwe puzzel. Welke items zijn goed op welke champions? Uh, wie worden je carries? Wie worden je tanks? Ja, en dat is weer tof. En ik weet even niet wanneer deze set uit gaat komen. Maar het komt binnenkort ook op de PBI. En dan kan je het zelf weer uit gaan proberen. Ik wou net zeggen: dit was echt Chinees moment. Ja, sorry. Ja, dit is waar. Dit is eigenlijk, ik zit te luisteren. Nou, oké, Origins, Crystals. Ja, sorry voor mensen die geen TFT spelen. Nee, je hoeft je geen sorry voor te zeggen hoor. Maar het is alleen, ik snap het niet. Nou, ik snap het wel. Ja. Uh, het is een oh, auto-chess-game. Dus je koopt poppetjes en die vechten automatisch. Ja, ja ik Zo nee, even ja. helemaal uit. Dat kan gebeuren. Hij is er weer, hij is er weer. En, en je bent uh, op bezoek geweest bij ja. de Big Ben Showcase. Ja, dat kon weer. Dat is normaal een hele week. En wij als pers werden één dagje uitgenodigd. En wij konden uh, kijken, dus niet spelen, uh, naar nieuwe games van. Uh, um, Big Ben. Dus onder andere Steel Rising. En in, ze had ook een hele presentatie... waarin ze iets interessants zeiden van... ja, wij maken geen triple A games... maar double A games. En dat zien zij zelf als games... die um, niet superveel worden verkocht... maar wel heel die-hard worden gespeeld... door een kleine uh, groep fans. En ik vond het wel interessant wat ze zeiden. Want ze, zij zijn dus eigenlijk een soort niche-ontwikkelaar... voor een niche waar genoeg in zit... dat het bestaansrecht heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou ja... Ik, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, maar... Nou ja, een WRC... Uh... Nee, maar wat hebben ze? De B-simulator heb ik een keer gespeeld. Ja, oké. Okay. <laughs> wat is dat dan? Dat is, niche. Die, dat, 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 <laughs> is, dat is de simulator-niche. Want ze hadden nu ook uh, Cooking Life of zo, of Chef's Life. En dan was het een, een, een simulator van het leven van een chef. Ja, dat vind ik de C-games. Dat vind je geen AA-games. Ja, oké. Okay, maar ja, dat, is, dat, maar dat, dat is een kwestie van smaak. Ja, smaak ja een van kwestie het is. van hoe definieer je de A, AAA en de ja, A, of B of C denk ik. Maar jij hebt wel uh, Double A-games uh, gezien. Ik denk dat Steel Rising daar wel onder valt, ja. Ja, dat en wat een, is dat? Een actie-RPG in een soort alternatieve Franse revolutie-setting. Oké. Okay. Um, ze willen het zelf geen Souls-like noemen, maar het is het zieke wel een beetje. Is dit uh, een world-breaking uh, premiere, Sven, uh, hmm. aan de Souls? Nee. wel. Oh. <laughs> ja. ja, ik vind vooral zo'n setting dan heel interessant, maar ja. nou, ja, ja, Souls-like zijn toch niet helemaal... Voor mij denk ik nog steeds uh, ik, al moet ik eldering nog steeds ook proberen uh, die staan nog op het uh, op de backlog want zoals je ziet staat de rijst op de west niet op mijn uh, gespeelde lijstje en uh, die wil ik eerst uitspelen oh ik dacht je gaat zeggen want die is uit nee, <laughs> nee. zo dat zou goed zijn uh, maar nee die is nog niet uit um, maar steel rising is uh, uh, ja ook voor de voor de niche die ik denk wel meer niche aan eldering eldering heeft laten zien dat er een hele grote markt is voor uh, voor dat soort games Ja. Um, maar ik wil het niet een B-game noemen, maar het is wel duidelijk dat er hier een ander budget achter zit. En uh, vooral het creatieve idee dat er een alternatieve uh, Franse Revolutie is, waarbij ook robots worden gebruikt. Een soort steampunk-achtige uh, setting is het ook. Ja, maar daar spreken we een hele grote doelgroep aan. Want die mensen die altijd naar die steampunk-cosplay-events uh, gaan, die gaan het allemaal gewoon. Ja, ja, en dat is dus, dat is dus de, het bestaansrecht ja. van de niche die, da, die dat tof vindt. Ja. En mag ik het over die andere game hebben? Nee, die heb gezien. Nee, okay. ja, helaas. Maakt niet uit. Dit is nog een geheim, maar dat komt later. Ja, helemaal geheim. Spannend. Dit is B-Simulator 2. Spoilers. Dat is het niet. Nee, daar mag ik het helaas niet over hebben. Maar dat zou wel een leuke zijn. Maar misschien volgende week. We moeten opschrijven wat ik zeg. Hier moet ik het volgende week over hebben. Want ik ga het allemaal vergeten. En dan worden mensen boos. Je hebt gezegd dat je het volgende week over hebt. hebben. En dan is het niet Iedereen in de chat, houden ons eraan. Zeker. Tjoe. Ja. Jij hebt het gedaan. Ik Jij heb het hebt jezelf dagenlang opgesloten. Ja, gepijnigd. Nou, gepijnigd was oh, het niet. Ik vond het <laughs> hartstikke leuk. Ik heb Red Dead Redemption 2 eindelijk uitgespeeld. Na uh, 28 afleveringen van de podcast. Ja, waarin ja. je zegt, ik heb het gespeeld. Heb je het uitgespeeld? Ja, drie dagen en nog een paar uur playtime in totaal. Dus dat was wel voor mij doen een flinke zit voor een game. Als het geen MMORPG is. Uh, ik heb zelfs de, de, de epilogen uitgespeeld. True. Dus ik ben helemaal tot, uh, tot diep gegaan. Ik moet ik heb nog een paar kleine dingetjes wil ik nog doen. Maar ik heb precies van, ik heb ze even uitgezet. Je kan alle graven bezoeken van uh, iedereen die is gesneuveld in de game. Spoiler, maar dat maakt niet uit. <laughs> uh, maar dat zou ik nog even willen doen. En voor de rest uh, is het dan wel klaar. Uh, het is wel echt was een hele, hele goede game. Ik, jullie hebben het altijd uitgespeeld, denk ik. Nee. Is het is het allebei nog nooit aangeraakt. Het is het wel echt waard. Het is het, deze game is het echt waard. Ja. Het, is, uh, het, is, het is gewoon echt een episch verhaal. Gewoon. Ik, ik, Tom zei het al, en ik ben het echt met hem eens. Het is wel een van mijn favoriete games, denk ik, Zo. over het algemeen. Uh, en dan heb ik het over het rijtje met de fallouts en dat soort dingen. Dus dat is wel echt. Uh, ja heel speciaal heel speciale game ik wil nog deel 1. zit ik nog getwijfeld of die opnieuw moet kopen voor de Xbox want je hebt die upskalde ziet er gewoon echt super mooi uit ja. maar er zijn natuurlijk ook geruchten dat er een, uh, een remaster aankomt uh, al heel lang trouwens hoor maar dan precies van ja spendeer ik nou op dit moment 30 euro en zie we zien met mijn geluk hè, dat het dan precies een maand later wordt aangekondigd ja weet je dat die ook uh... ja maar je weet sowieso jij gaat nu wachten en wachten en wachten en dan denk je ah koop hem toch en dan ja dan gebeurt het ja, ja. Ik zou wachten op die remaster. Ja, ja maar ja. hij ziet er wel mooi uit hoor. Op Xbox Series S en X. Maar die uitkering. Remaster zijn toch alleen geruchten? Ja, maar er zijn dus al geruchten dat er in Red Dead Redemption 2 uh, voor de uh, next gen consoles komt. Oh, ja. En dat ja. daarbij gelijk dan ook die uh, ja. remaster in het pakketje zou komen. als dat zo Maar is. dat is geen 30 euro denk ik hoor. Ja, maar dat heb ik wel voor over dan. Want ik vind die game wel echt episch. Ja, okay. Dus dan wil ik wel naar deel 1 terug. Maar dan wel mm -hmm. dat het echt heel mooi ja, is. Zullen okay. ja, ze is ook al apart verkopen dan misschien? Ja, ik denk het wel. Maar ja. Uh, ja, ik weet niet. Ik ben echt een fan van Red Dead. En uh, ik, ik denk dat er niet veel dat gaat overtreffen dit Sorry. jaar. Wat ik nog ga spelen. Uh, ja, er komt ook geen reet meer uit. <laughs> nou, ik wil, ik, nee, ja, ik heb Eldering. staat ook nog op mijn lijstje natuurlijk. Uh, ja. Ik wil nog... Uh, ja, ik zit nou, nu natuurlijk naar mijn volgende game. Wat ik nu even ga spelen. En dan kom ik gelijk bij mijn volgende gedeelte in het lijstje uit. Nie in Abyss. Leuke indie. Ja, die is cool. Ja, ja die is heel uh, vet. Daar ben ik al best wel... Uh, wat avondje zoet aan, om even dat ik het even een uurtje speel en dan doe ik weer twee runs en ben ik weer helemaal geïrriteerd en dan zet ik het weer uit. Marvel's Guardians of the Galaxy dacht ik, nou, ik moet even wat vinden om het weer op te vullen. Die start ik weer even op. Ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb weer een half uurtje gespeeld en ik dacht, nee, dit is niet mijn game. Ja, misschien groeit het nog wel aan me. Ik weet het niet. Dus toen ben ik overgegaan naar Banjo-Kazooie. <laughs> je gaat echt van links naar rechts, van boven naar beneden een rondje draaien. Ja, maar en... ik denk, ik hou het divers hier, weet ja, je wel. Dat was ook echt niet meer te spelen. In de N64 was het leuk. Hij stond op Xbox Game Pass en ik ik ga het proberen. Nee, ik kwam er niet in. Ik heb de intro gedaan. Ik ben het eerste wereldje ingegaan. ik wat een scheid game. Hoe verouderd. Heel veel mensen zijn nu boos. Nou, dat maakt niet uit. Maar als ik het zou vergelijken met de Mario 64, die ook weer laatst op de Switch is uitgekomen. Die ik heb gespeeld. vond ik echt top. Maar toch is Banjo Kazooie heeft de tijd niet doorstaan. Nee, het wiel der tijd. Slecht uh, oud geworden. Ja, slecht oud geworden. Ja, echt waar. Uh, Mario was gewoon heel erg strak ook met de controles. En dat heeft hij niet. En, en ik ben toch echt weer begonnen aan The Outer Worlds. Uh, ik, ik denk dat dit toch dan de opvulling gaat worden. Die ik nou even pak als kleine reader tussen uh, weer een grote heftige game en Red Dead Redemption 2. Dit is uh, die Game van Obsidian. Ja, ja, want ik weet dat er een deel 2 aankomt. En ik denk. Laat ik maar, maar, laat ik dat, maar, laat ik maar gewoon even zorgen dat ik er goed klaar voor ben. Weet je wel. Laat ik dat maar even doen. Niet dat ik zo'n gestresste game moet gaan spelen om twee uh, ja. 2 goed mee te maken. Ik vind het niet een hele leuke game. Ik vind hem. Ik zou het. Huh? Dat ja. had ik niet verwacht van jou. Nee, ja, ik, ik vind de pacing heel raar. Hm. Het is echt een hele rare pacing. Uh, dus ik zou zeggen, voor mij zit het een beetje in een mediumpje. En misschien wordt hij wel later beter. Ik weet dat ik hem eerst heb gespeeld op de PlayStation 4 tot en met dat je op een of andere ruimtestation komt en een van de doet bij je krijgt. En die, dude, die, is dan, die die springt als die aanvalt of zo. zo, zo ja, je dropkick. krijgt companions wel ja. en zo. Je kon een dropkick. En, en toen ik zoiets van, nou, toen ben ik uitgezet, heb ik nooit meer opgestart. Uh, dus misschien moet ik wel even daar voorbij komen. En Misschien vind ik het dan wel leuk. Ja. Ik heb uh, oude Worlds alleen gespeeld op preview events, maar echt drie of zo. Ja. En um, ja, je, je ziet heel erg dat ze wel een aantal dingen doen, zoals Fallout, maar ook een aantal dingen helemaal niet. Nee. En, en wat ik het meest jammer vond aan die wereld is dat je heel erg gestuurd werd van ga nu deze kant op, ga nu die kant op, en hier heb je een quest, een quest. Ga dat allemaal doen. En daar zat allemaal wel de humor in die je van verwacht. En dat was allemaal leuk. Maar bij Fallout had je echt van... je ging de grote open wereld in... en je zag al waar je uitkomt. Ja. En dan kwam je iets tegen. En dat heb je totaal niet in de oude world. Ja, en ik heb ook het gevoel dat de wereld heel generiek is. Alsof het door een machine is gedaan met copy-paste. Ja. Uh, als je de gebouwen ziet... als je er binnen gaat in een gebouw... het ziet er allemaal hetzelfde uit. In Fallout had je nog die diversiteit. Dat je zegt... oh, dan ga ik de Robco Factory lopen ik in... want ik weet wat die doen. En dan zie je opeens... Ontdek je hele tof, lore en zie je weer hele ja. andere dingen. Maar dat heb je hier gewoon echt niet. Nee, die worldbuilding was gewoon net wat minder. Ja, dus, maar ik, ik, ik wil hem wel, ik wil het nog een kans geven, een eerlijke kans. Dus daarom heb ik zoiets van: ik ga nu, nu rust aan mijn hoofd heb. Reddit is uit, ik ga dit proberen. Ja, uh, ik sta open voor suggesties, uiteraard. Uh, als mensen nog in de chat of, uh, of uh, als mensen dit uh, luisteren op Spotify en zijn, ik, ik heb nog wat tips, je kan ze altijd insturen via onze Discord. Ja. En dan uh, lees ik het wel, alleen is het maar geen boten heeft. Als hij boot heeft. Dat is inderdaad een heel ja, belangrijk een uh, detail. Puntje. Wat heb jij gespeeld, uh, Nick? Ja, ik zit nog steeds helemaal in de overwatch weer uh, met uh, mijn broertjes en ook wat vrienden. Ik doe gewoon af en toe een paar potjes. een beetje nou, lachen met één. elkaar. Want de Beta ja, is gesloten nu, die beta. die beta is gesloten, ja. maar die gaat midden juni weer open, volgens mij. 17 oh, juni of zo. Ik heb me aangemeld voor een Beta. Van, van de, 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 de Cartoon Network uh, Battle Multiverse. Ja, die wil ik wel even een keertje proberen. Ja. Als, als dat lukt, vind ik dat wel grappig. Hij ja, gaat over. binnenkort in open beta ook. Oh, dan ga ik er even spelen. Het <tus> lijkt me echt een leuke game. Ben ik ben ook wel benieuwd. Beetje. Ja, maar ja, dus Overwatch. ja valt niet veel over te zeggen verder. Um, ik heb ook uh, Vampire Survivor gespeeld. Zo, zoals Sven zei, af en toe lekker een potje even proberen om uh, ver te komen. Hartstikke leuk. Gekomen? Steeds beter worden. Ja, je, je moet elke map moet je een half uur overleven. En dan, dan heb je de map uitgespeeld, okay. als het ware. Maar ja, ik kom nog niet dicht bij het half uur. Dus ik moet nog wel slimmer worden, sneller levelen. Sneller levelen is vooral heel belangrijk. Dus je niet de bibliotheek. Uh... Ja, die heb ik oh, al wel. Ik, wel. ik heb de bibliotheek ook al. Maar ik, dat zijn de eerste twee levels. Ja. Maar goed, die moeten beter worden. Maar het komt wel. Ik uh, heb ook wat League gespeeld. Want het is MSI. En uh, we zitten helemaal uh, te volgen hoe goed het gaat met G2. Of eigenlijk hoe slecht het gaat met G2. <laughs> hoe goed het ging en nu. Hoe goed nu. het ging. Dus uh, ik heb ook een uh, beetje A-rampjes en zo gespeeld. Dus beetje je leuk. nu be meteen ja, stopt of een nieuwe toetsport gekocht? Of, uh, nee, nee, nee. Ja, een A-ramp? Dat is een all random, all mid. En dat is in okay. principe gewoon... Er is een brug. Iedereen krijgt een random personage. En daarmee ga je vijf tegen vijf vechten. Oké. Okay. En dat is, uh, ja, Klink, is meer uh, een beetje de fun game mode, zeg maar. Stressvol toch nog? Nee, dat is, nee, <laughs> dat is je alleen maar gewoon een beetje kloten. En dan, oh, dan oh, zie je hoe hoeveel je komt. Iedereen doet ook wel een beetje wacky builds dan en zo. Dus dat is... Uh, dat is gewoon een beetje. AP leuk. Nasus? <kijs> AP Nasus bijvoorbeeld. AP um, Kaisa, heel vervelend. <laughs> Met die W uh, ja, van uh, drie schermen verder. Maar uh, wel hartstikke leuk. Eh, ja, en ik heb twee mobile games gespeeld. Uh, Apex Legends Mobile. Mm -hmm. is dat, speelt dat lekker? Dus, nou, um, laat ik zeggen, het draait uh, vrij goed op je mobiel. Vrij soepel. Um, het speelt redelijk fijn, maar. Bij Apex heb je veel meer knoppen dan bijvoorbeeld bij een Call of Duty. Mm. Bij Apex wil je rennen, glijden, springen, schieten, dat allemaal tegelijk. Maar dat gaat dus niet zo heel erg fijn met, die, met je, ja, de, je touch controls op je mobiel. Je kunt wel ook een uh, controller aan je telefoon vastmaken en dan spelen. Vinden sommige mensen misschien fijn. Um, maar ja, goed, met de touch controls, het speelt minder snel. Dus ja, daar moet je je wel op aanpassen. Maar het speelt nog steeds vrij soepel en leuk. En het is wel echt de Apex-ervaring op mobiel. Ze hebben dan ook een extra. Champion toegevoegd alleen voor mobiel, die komt niet naar de PC. Dat is op zich ook wel speciaal. Ze hebben wat extra game modes zoals Team Deadmatch en zo, wat niet op PC is. En dat kun je wel gewoon op mobiel checken. Um, ja, ik, ik weet niet. Ik speel natuurlijk wel liever op PC dan op mobiel, maar als je onderweg bent en je denkt van laat ik het een keer checken, ja. Ja, maar dan onderweg, is het wel prima. Je, je zegt nu je databundel leeg en als je slecht zit en je kan je gaat onder een tunnel heen, dan krijg, krijg je toch wel wat kills te pakken. Ja, ik heb, ik heb uh, onbeperkt internet, dus voor mij maakt niets uit. Ja, maar ja, een tunnel. Ja, dan, dan moet je wel meer rekening mee houden. Ja, precies. Dat, dat heb je. ik ook hoor. Dat, ik let er wel altijd op. Als ik weet dat ik tussen Den Bosch in, of uh, tussen Utrecht en Amsterdam kom met de trein. Dan ja. ga ik geen potje starten voor op een mobile game. Want daar ergens tussen die weilanden gaat je verbinding yep, altijd weg. Yep. Dat ja, weet iedereen dit ook. Herkenbaar. Iedereen die die tra traject pakt weet dit ook. Je hebt er ook zo'n stuk tussen. Uh, ik moet er naar Ede, tussen uh, Utrecht of tussen Driebergen en Veenendaal Is het ook zo'n weiland? Uh, ja, weiland. Heb je gewoon pech. Ja, ik, kan je niet. Stelen al die koeien toch gewoon je wifi, hè? Dat zeg ja. je wel eens wat. Dat is zo. Dat is, is echt gewoon zo. allemaal stiekem films te kijken. Dat is echt zo. Die, die, zit, gewoon in, die zit gewoon in Netflixen. Ja. Koud tv. <laughs> en ik heb Arklight Rumble uh, gespeeld, maar daarover zo meteen uh, iets meer. Maar dan even terugvallend op Apex. Uh, ik ik vind Apex zelf een hele leuke game, maar moet ik dit gaan spelen op mobiel? heel eerlijk. Ik ja, zou nee. zeggen, als je het niet speelt dan mis je niks. Nee precies, je kan beter gewoon, gewoon lekker zijn. op je console of je pc spelen dus. Ja, ja. 100 raar, raar waarom iedereen op die mobiele hype weer moet springen hoor, want sommige games moet je gewoon niet op mobiel uitbrengen. Here comes the money, ja. money, ja, money, dan, money, money, dan, money. Maar doe dan, maar doe dan een, 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 weet ik het, want, want Apex is toch ook een tijd een val, spin of er nog een spin of daarvan. En, dus focus specifiek op een mobiel. Dit is gewoon een cheap port, denk ik dan. Nou, ja, het is dus niet zo cheap. Want uh, je kan niet zomaar die, uh, die PC en console versie naar een mobiel teleporteren, zeg maar. Daar hebben ze wel echt uh, helemaal ja. apart van de ground-up op moeten bouwen. Is het niet ook een andere studio? Dat zie je vaak uh, bij... Nee, het is wel een studio binnen Respawn die het heeft ah, gedaan. Okay. Maar wel met een heel ander team en zo. Mm. Gespecialiseerd ja, in mobiel. ze hebben ze gewoon aangetrokken oh, daarvoor. Oh, dat ze niet beter robotbeelden kunnen maken of zo? En dat je dan iets leuks kon doen daarmee. Ja, ja, ik, vind het wel, ik vind het wel tof dat ze het gewoon doen. Ja. Gewoon echt een volledige battle royale op je telefoon uh, fixen. Dat vind ik hartstikke cool. Maar ja, het speelt gewoon niet zo lekker als op pc. En dat is een beetje frustrerend als je dat gewend bent. Um, maar als je je daar eenmaal overheen kan zetten, dan speelt het op zich hartstikke leuk. Weet je wat jij moet gaan proberen, Jules? Nou. Final Fantasy VII The First Soldier. Ik denk dat ik dat niet leuk gaat vinden. Ik heb uh, trainers gekeken. Uh, op de Site staat toevallig de derde de ja. seizoen Ja, Het ja, trekt me toch niet zo hoor. Ja. Die mobiele games. Dus ja. het is, ik, weet, ik, ik weet niet zo goed wat ik van die crossover vind. Zeg maar. nee. Het is een Battle Royale in de soort van. Oh nee, in een soort simulatie in de wereld van Final ja, Fantasy 7. Oké, Bahamut summen of zo ook. Zo ja, je kijken. kunt ja. ook uh, magie gebruiken en summons vinden en zo. Ja. Ja, weet je, sommige dingen moet je gewoon niet doen. En dan denk ik hier, dit is ook weer een goed voorbeeld. Ze hebben wel die andere Final Fantasy game, die episodische willen ze nog gaan maken. Dat het een soort van. Uh, Wat ze met 15 toen ook gedaan hebben. Die hebben ze ook helemaal een soort chibi. Uh, ja, Zoiets. Zo ik wil niet zeggen dat het specifiek echt super chibi gaat worden, maar die komt ook van zeven. En dat nee. lijkt me dan wel weer interessant. Hm. Maar ja. Waar haal, ik de, waar haal ik de tijd vandaan? Ja, ik speel ook vooral mobile games als ik gewoon een beetje op de bank zit te chillen met mijn vriendin. Het is niet dat ik uh, bewust de keuze maak van nu ga ik een mobile game nee, spelen. Dus nee, heb precies dus hetzelfde. Alleen ik speel dan nog vaak uh, Wild Rift, omdat dat ook een hele goede uh, mobiele ja. game is. Ja. Ja. Ik heb de luxe van geen vriendin. Tenminste, ik weet niet of het luxe is, maar <laughs> ik, ik hoef niet te zeggen ik moet op mijn telefoon nou spelen. Weet je wel. Ja. Ik kan gewoon zeggen ik zet me, ja. uh, mijn console aan. Ja, ja prima. Hey, uh, de onderwerpjes. De onderwerpjes jongens. Um, Sven heeft uh, f 122 nee wacht, IE Sports ja. f 122 al mogen spelen. Ja, ik heb dat het, is de Formule 1 blijven. game die er aan zit te komen. En een beetje als FIFA is dat zo'n beetje elk jaar redelijk hetzelfde, maar toch ja. zijn er wat dingen anders. Ja, ja dat is zeker waar. Allemaal bij alles wat je zegt. Uh, vooral, ik heb vooral uh, de uh, time trial wat kunnen spelen, want de rest zat er, zat er, nog, zat er nog niet in. Er wordt uh, bijvoorbeeld F1 Live wordt toegevoegd. Uh, waar ik zelf heel erg uh, sceptisch op ben, omdat ik denk dat het vooral is uh, gemaakt omdat je daar heel veel uh, uh, ja, Battle Pass-achtige dingen in uh, moet stoppen. Als in IE wil graag dat CodeMasters dat erin heeft gestopt, zodat er meer microtransactions uh, komen. Dat ze gaan ze die... officieel natuurlijk nooit zeggen dat dat zo is. Officieel, uh, want ik heb dat ook gevraagd aan de, uh, de lead game designer. Uh, Matthew Lee heet hij geloof ik. Um, en die zei gewoon nee, dat is, een, dat is een plek waar mensen hun expressie kunnen tonen en waar ze hun trofies kunnen uitstallen. En ze schieten het een beetje in als dat is voor de Drive to Survive kijkers die ook meer willen dan alleen de Formule 1 racen en een beetje de lifestyle. De lifestyle. Ja, van, Formule, van Formule 1 uh, coureurs mee willen maken. Ik denk, ja, ik wil gewoon dat het lekker race, en dat vind ik eigenlijk belangrijker. En ik wil ook dat het online lekker race, uh, en dat uh, uh, gaan ze helaas niet aanpakken. Ze hebben dus wel besloten om even een live erin te doen, maar niet om, om, om online uh, ja, echte verbeteringen toe te voegen. Want ze zeggen dan wel, ja, maar we gaan nu crossplay doen. Wat wel heel chill is dat je dus met uh, PlayStation, uh, Xbox en PC samen kan gaan spelen. Maar. Online heeft altijd problemen van disconnect en bugs en uh, dat soort dingen allemaal. En daar uh, heb ik naar gevraagd van joh, gaan jullie bijvoorbeeld dedicated servers doen of dat soort dingen? Maar dat, uh, gaan ze al, dat, werd, dat werd zeer ontwijkend op geantwoord. Er uh, was meer van, wij uh, wij focussen ons op de, de crossplay en dat is het. Um, het race zelf is eigenlijk best wel goed. Dat hebben ze op een of andere manier altijd wel redelijk, uh, uh, nou, redelijk best wel goed gedaan. Er zitten wat, uh, ja, ik vind het een beetje gimmicks om het weer wat realistischer te maken. Je mag nu zelf naar je warm-up rondje, naar de grid rijden, dat je dan op een goede plek start. Uh, dat kan je doen. Je moet zelf insturen bij de pitbox. Uh, dus dat je, als je dat op tijd doet, kan je dus uh, sneller pitten dan bijvoorbeeld je tegenstanders. Dat is wel, ja, ik vind het een beetje gimmick, maar ook wel weer leuk gedaan. Dat kan net een beetje het verschil maken. Ook als je online met vrienden speelt, van dat je een goede pitstop hebt, maakt dan veel meer uit dan dat je er gewoon in kan rijden. Um, de auto's rijden echt wel een beetje anders. Um, ik heb op Miami veel gereden omdat die nieuw is in, de, in, in de, dit jaar. En um, daarbij merk je vooral dat die auto's echt anders zijn. Ze glijden wat meer. En je moet. Ik heb op een gegeven moment maar gewoon de snelste. Geen die de snelste tijd had. Zijn setup gekopieerd. En dan merk je echt een wereld van verschil. Je hebt echt. Die standaard setups die nu die in de game zitten. Die werkten gewoon niet zo goed. Daar, daarmee merk je dat je toch niet lekker de bochten doorkwam. Of toch niet zo snel was op het rechte stuk. Als je zou willen. En als je dan zo'n instelling pakt van uh, iemand die wel echt uh, super snel is. Dan merk je meteen verschil. Dan je was gewoon meteen een halve seconde sneller op een rondje. Dat is gewoon echt heel veel. Maar um, is dat dan voor de cashers ook nog wel allemaal behapbaar? Nou ja, of? voor de cashers hebben het juist nog. Meer casual gemaakt. Je, oh. ze, ze, uh, wat je normaal ook doet bij een safety car, dat je zelf erachter moet blijven rijden. En ze hebben nu de optie toegevoegd dat je op een knop kan drukken en dat je dan uh, de broadcast setting hebt, heet dat. En dan word je zeg maar, net als dat je op tv ziet, uh, uh, volg je dan de race verder. Dus dan hoef je zelf niet achter de safety car te rijden. En ik moet eerlijk zeggen, misschien is dat wel zelfs iets wat ik chill zou vinden. Want achter de car rijden, is al echt eigenlijk een van de meest verschrikkelijke dingen die je in die game kan doen, sowieso. Ja, dat, um, dat, dat hakt erin. Nou ja, het is gewoon heel irritant. Je moet een bepaalde afstand houden tussen de auto's en als je dat niet doet, dan word je als je te veel er ertussen laat, dan raast iedereen er voorbij en als je er dicht op zit, dan klap je er vaak bovenop. Het is gewoon heel irritant. Uh, maar wel een onderdeel natuurlijk ook van de game. Um, en ze hebben gewoon um, ja een soort casual profiel gemaakt wat alleen in de game zat, waardoor je dus uh, wat minder hoeft te sturen, wat minder hoeft te remmen. Dan ben je ook veel trager. Maar voor de casuals is dat wel de manier om de game te spelen. Oké. Okay. Ben je wel dus uh, positief? Over de nieuwe toevoegingen die je al heb gezien. Um, ja, ja, positief met de kleine. Maar dat ik liever had gezien dat ze F1 Live niet hadden gedaan. Dat gewoon in online hadden gestopt. Zodat je. Je kan ook bijvoorbeeld niet mensen reporten. En er zitten echt de mensen in die. Eigenlijk denken dat ze een soort niet voor speed of burn-out spelen. Dan dat ze echt aan het serieus zijn. En dat is, het heel is een spelletje. Ja, is het ook. <laughs> ja. Maar ik maar hoor jou is... altijd zeggen. Ja, ik heb wel gespeeld. En ook met mensen die <laughs> denken dat Mario Kart spelen. Ja, maar, is toch? Ja, maar, dit, ja, maar dat is wel ja. zeg maar. Ook bij uh, andere Sim Racers, daar, daar word je gewoon gekikt als je niet ja. aan, de, aan de, 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 de race etiket houdt. Dan heb je niet gewoon zeggen. een party leader dan die kan zeggen: yo mazzel. Ja, ja, dat kan wel. Maar dan kan je dus, je moet dan dus altijd met jouw groepje spelen. Anders dan, je ja. kan niet dan zelf. Ik kan niet, ik speel eigenlijk alleen online als ik met die groep speel, omdat je anders gewoon, ja, dat is gewoon een soort botsautootje en dus dat is gewoon niet leuk. Nee, ik vind dat. Nee. Daarom, ja, 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 maar daarom speel ik niet de Formule 1. Nee, dan zou ik Mario Kart. Gaan als, ik, als ik ze als ik, als ik aan het verliezen zou zijn, dan zou ik iedereen van de baan rijden. Ja, draaien. dat zou ik ook doen. Dat gebeurt doen. dus ook. Dat, dat, ja. Dus mensen die achteraan rijden, die zien een bocht terechtdoor en die nemen de vijf met zich mee. Ah. Ja, en dat is, uh, ja, dat, dat is gewoon in, in zo'n racegame is het niet leuk. Daar ah, hoort er toch een zeggen. beetje bij. Sven, nee. Sven wil gewoon dat iedereen thuis zijn handschoentjes aan. Ja, echt hoor. Echter het stuurtje gaat zitten. Zo'n uh, drinkfles met zo'n uh, lang rietje. Zo. Schuin in de mond. En dan een Red Bull uur. Een handbalbuur erop. Ja. Redbullschoentje aan. Een beetje uh, op. Helmpje op. Ja, nee, dat, dat is heel overdreven. Maar ik vind wel dat er tussen dat soort races, zeg maar, de, 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 tegen de Sim-achtige en de Arcade zit wel een verschil in hoe je, hoe je het speelt, laat ik het dan zo zeggen. Ja. En ja. mensen zijn heel snel heel salty. Ja, ja, dat is waar. En af en toe ben ik dat zelf ook wel, maar. Uh, <laughs> Ja, van de baan op. Het is wel zo mooi dat, dat, dat. Altijd bewust achteraan staat echt recht ja. <laughs> Dat we een, uh, een bol hadden en dat Nick uh, heel hard voor zijn heeft gewonnen toen, natuurlijk. Uh -huh. hè. Is dat zo? Nee, dat hadden uh -huh. we dat dat toen ik tegen die, die maat van ik. jou toch gezegd? Oh ja. <laughs> oh, ja. trouwens, ik zie in de twitch-chat dat Oude Snuifduif hallo zei. Oh, ja. Ja, ik heb een vraag voor Oude Snuifduif. Oh, ja, is dat hij zo? zei dat hij Red Dead Redemption zou uitspelen vorige podcast ik vraag me af of dat misgelukt oh, het... oh en ondertussen kunnen we wel weer doorgaan maar oh, oké okay. uh... nou we zijn benieuwd Op dus ja, of ik oude heeft dat kan regeren ken je dat ja dat nee, heb ik al de 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 twee weken, weken. oh oké okay. sorry nee dat is maar niet beter hoor, uit, hoor. Oh, hey, dit. Mijn en, Wil je dit gewoon mijn apen wat water halen nog zwemmen? gaat het goed ja ik hoop dat ik er ben anders dan uh, uitrekken misschien helpt dat dat die honger ja ja, ja dat is dat is hele vieze geluiden nu jongens Um, goed, Sven gaat dus uh, weer lekker Formule 1 spelen. Maar de, al was het slecht, dan deed hij dat toch nog nee. wel. Oké, okay, Sven is even weg. Neem voor mij ook water mee dan, yes. als je toch loopt. Nou, dankjewel. Oh, even terugvallend op mijn vraag aan de oude snuifduif. voor de Twitch, uh, van de luisteraars. Hij zei, nee, dat was jouw verhaal. Nee, in de chat zei jij, ik heb hem zo het weekendje uitgespeeld hoor. Dat weet ik nog. En wat zegt nu, ik ben bij stukje 6. Wat Stucky betekent 6. dat? Chapter 6. dat is volgens mij oh, chapter 6. het laatste stuk. Als ik me niet vergis, of het zijn er zeven... Maar hij ben je al ver. Ik zou wel de epiloog uitspelen, heb ik net gezegd. Ja. Hij zegt, mag niet liegen van je moeder. Ja, doe ik ook niet. <lacht> Dan, <lacht> Dan weet je helemaal niet wat Julien allemaal wel en niet mag van zijn moeder. Misschien mag hij dat wel. Misschien mag hij dat wel, ja. Ja. Jokke brokken. Zij zei altijd, ging naar de peuterspeel, zei ze, doe maar lekker veel liegen vandaag. Ja. Toen kwam ik ja. weer thuis met allemaal, met, met allemaal leugens. Ja. Zo ging dat vroeger. Maar uh, ja, om even de tijd op te vullen tot het zweng komt. Uh, <laughs> ja, nee, ja, uh, <laughs> S zes? Leuk man. Het uh, wordt zes. spannender en spannender, hè? Ja. De oude zegt dat mag ook gek doen. <laughs> Topvermoeder. <laughs> oh god, dan krijg ik weer boze sms'jes. Nou, dit is gezegd. Dit knip je er toch gewoon uit als het nee. op Spotify gaat. En dan, dan, dan hoort je moeder het niet. Nou op. Onfilterd zijn we, hè? Oh ja, we zijn eigenlijk niet gefilterd. Kreeg aan noemen? Ah, ja, 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 ja. Als ja, ja, ja. ja, oude dus zeggen: blijkbaar mag dat van jouw moeder. Dus, <laughs> ik vraag me ook echt of iemand dit ooit luistert en die kent mij niet, hè? En die zou dan echt denken: ik, dat weet je nou, dat echt serieus is serieus. Ja. Is er ook zo? Nee. Oh, Ik wil even. Haha, ik ben er weer, hoor. Nee, ja, hey, dus we welkom komt. Kriebeltje is uh, bijna weg. Oké, okay, heel goed, jongen. Dan gaan we door naar het volgende. En uh, ja, dit was ook een dikke domper voor ons, Sven. Ja. Want um, via uh, Tweakers kregen we eigenlijk doorgestuurd. De vrienden van Tweakers. Die hadden geplaatst. Diablo Immortal komt niet naar Nederland en België. En toen dachten wij, waar Paul? Dus wij naar ons Blizzard contact. Hallo. Mooi. Tweakers uh, zegt, uh, contact met jullie te hebben gehad. En uh, het komt niet naar Nederland en België. Even een kleine check. Niet dat de Tweakers niet geloven. Maar het is toch altijd even fijn om te checken. En toen uh, stuurden ze inderdaad terug. Dit mogen we erover zeggen. En daar stond in principe in twee zinnen. Het komt niet naar Nederland en België. Maar... Dat is alleen de mobiele, of ook de, de Nee, computer. ook de PC-versie komt niet naar Nederland en België. Ja, wat dom. Ja, omdat er dus van die fantastisch leuke lootboxes in zitten. En uh, dat, uh, dat durven ze niet aan. Wat ik wel dus vreemd vind, is 2K en IE um, hebben dus laatst een rechtszaak gewonnen. Ja. Hier in Nederland, uh, over dus die, die boxen onder andere. Dus je zou denken van ja, als je als gameontwikkelaar gewoon scheid hebt en je doet het gewoon, dan win je waarschijnlijk gewoon die rechtszaak. Maar ja, zij willen hun vingers er niet aan branden. Nou ja, kijk, aan de ene kant, ik vind het nog steeds, uh, ik vind het ook ziek dat al die spellen voor met microtransacties zitten. Dus als de andere kant, uh, ik snap wel dat we dat niet... Uh... Ja. Nou, ik vind microtransacties aan zich niet zo erg, als het een beetje op een normale manier is. Ik, bedoel, ik snap, een game moet geld verdienen, dat is logisch. Uh, maar doe dat dan zoals een League of Legends met een leuk skinnetje of zo. Ja, dat. Maar niet uh, met progressie. En daar gaat het een beetje mis. En dat is ook wat volgens mij voor ik het begrijp het, het probleem is bij Diablo Immortal. Dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je, als ik het goed zeg, legendary gems moet gaan verzamelen. En dat kun je of doen door heel veel te spelen. Ik geloof dat het ging over 42 jaar in-game. Ja. Of, of je kan uh, 50.000 euro uitgeven. Ja. Nou ja, en dat, ik weet niet of dat bedrag helemaal klopt, maar ik zag dat iemand op Reddit uh, had aan een rekensommetje sommetje op losgelaten en het kwam wel rond zo'n bedrag. Maar dat is toch ziek. Dat, ja, dat, is, dat uh, je dit je spelers aan wilt. Ja, maar dat doen. was nog in de niet ja, volledige ja, is, versie. Dus ja. misschien ja. wordt dat nog dat wel aangepast. aangepast. Nou, nog meer. Ja, wordt meer. Wordt <laughs> <dan> nog meer? Ja. <laughs> Willen jullie ja. meer. Oké. Okay. Maar uh, nee ja, maar... ja maar jullie zijn je dus wel salty over jullie dit niet. Ik kan... keek hier ja. wel naar uit. Maar dit is toch een grote cash cow. Hoe kun je, je naar nou uitkijken? Dit is toch helemaal ja, niet leuk om ik te kon... spelen. Ah, ik jawel, ik kan toch ook gewoon die games spelen zonder die ja, shit te 42 kopen. 20 jaar. Yo. Nee, maar dat is voor die legendary gems op het einde. Ik kan gewoon ook gewoon de rest wel spelen. Dan hoef ik die legendary gems niet te kopen. Ik ja, denk dat zelfs als je in het spel spelen je nog steeds ding, dingen dat je Als ik daar niet vijf euro er tegenaan had gesmeten, dan was ik wel wat sneller nee. gegaan. Nee, dat boeit dat boeit dus niet zoveel in Diablo, denk ik. Nou ja, of ik goed. denk toch wel, want ze moeten toch eh, <kwijnt> maken op de mensen die niet voor de Legendary Gems willen gaan uiteindelijk. Dus ze moeten wel iets doen. Ja, en mm. ja, ik vind het vooral jammer dat ze niet de kant hebben gekozen die bijvoorbeeld een Wild Rift inderdaad doet. Ik vind het jammer dat, je, dat het echt invloed heeft op je gameplay. Ja, dat, dat, dat is een beetje boevenstreek weer ja, hoor. Dat is gewoon ja. zonde. Als je daar vooraf iets anders op, of op een andere manier naar kijkt of mee omgaat, ik denk dat er best wel mogelijkheden zijn om, nou ja, we halen een beetje in herhaling, om dat op een andere manier te doen. Nou, skins, ja. uh, leuke, leuke dansjes die je poppetje kan doen. Ja, of uh, gewoon uh, VFX. Dat je een, een trail achter je aan krijgt met een kleurtje. Ja. Of weet ik veel. Je, hebt, je rijdt opeens op een eenhoorn, weet ik veel. Dat soort ja. dingen zijn allemaal. Mensen die kopen echt al die eenhoorn hoor, Dat wil ik niet over ja, sowieso. Triste. Ik zou er oh. ook eentje kopen als zou het gratis zijn. Dat ja, je een lijpe transmog kan doen op je, op je armor of op je, op je wapens. Ja. ja, of zorg dat je moet betalen voor de transmog dan en de rest ja. niet. Ja, weet je, dat soort dingen zijn allemaal zo simpel. Maar waarom moeten nou altijd weer? Dit soort shit krijgen we, en dan ja. kunnen wij het weer niet spelen. Ja, ik vind wel dat dit... Uh, dit, dit aan de ene kant heb ik van, ja, maar misschien leren ze er wel van. Ja. Wel, opvallend uh, wat Timon zegt. Dit mag dan niet, maar je hebt wel iedere twee minuten een reclame van Toto op je scherm. Ja. Maar wie kijkt er nog uh, tv dan? Ja, overal nergens kom je toch tegen. Ja. Reclames voor, voor Toto en, en, uh, Koning Toto. Oh, maar dat vind ik ook hoor. Dat, ze moeten gewoon ook stoppen met het gokken zo. Uh, uh, in, ja, dit mag dan weer niet en dat ja, mag dan maar, weer wel. Toto is gewoon van de Nederlandse staat, hè? Dus dat is je antwoord al. Ja, dat is wel. Aha. Zo, ja. Aha. Dus de ja. dikke reclames, die worden ook dik betaald eh, met ons belastingsgeld, ja, hè? Die dat weet ik niet, maar ja. ik weet wel dat ze een heel veel geld aan Nee, en die zijn nieuwe auto vandaan natuurlijk. Ja, oh, dat zou maar zo kunnen. Nee, die krijgt gesponsord trouwens. Oh, maar uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje dubbel. Zulke dingen. Ja. Of, dit mag niet en dat mag wel. Uh, en Ferry zegt ook al in de chat, uh, bijzonder dat ze dan gewoon direct die stekker eruit trekken voor de benelux. Ja, dat vind ik ook wel. Dan hebben ze zoiets van, oh, ja. Het mag niet. Nou, fuck it, dan, dan, dan maar niet. Nou, ik verwacht dat ze dan ergens een berekening hebben gemaakt met wat het zou kosten om dit aan te vechten. Tegen wat het kost om het gewoon niet uit te brengen. Zeg maar. Ja. Ik denk dat ze daar gewoon een keuze in hebben gemaakt. Ja. Uh, of het de juiste keuze is, dat uh, weet ik niet. Maar uh, ja, het is gewoon een beetje zuur. Want ik had ook best wel veel zin. Want ik heb die game ook al kunnen spelen in Alpha en Beta. Uh, maar dan is er dus zoveel veranderd aan lootbox-dingen dat dat nu niet eens meer kan. Ja, maar dat zegt nog over de game zelf dan. Ja, sorry. Ja, maar... terwijl het helemaal niet nodig was, zeg maar. Ik kon alles gewoon spelen. Je kreeg wel van dank voor het spelen voor de battle. Hier heb je dertig van die speciale ja. dingen. Ik dacht, oké, okay, dat wordt dus betaalbaar. Maar het enige wat er toen in zat was een battle pass die je dan voor een x aantal van die dingen kon kopen. En dat kon je sneller doen. Ja. Dat zou ik ook nog oké okay vinden, want dan laat je mensen zelf kiezen of ze zo'n pasje willen aanschaffen of niet. Maar dan is het toch weer een van een of geldhongerig mannetje daar. En die zegt, nou weet je wat? Een uh, B-cotik. Die gaat toch weg? Of, ik weet ja, maar ja, die heeft mee. nu nog wel de leiding. Oh ja. In ja, ja. Dus ja. Dus even wachten tot onze Savior Phil Spencer inspringt en zegt: Nee, dat doen ja. we niet. Weg ermee. Alles op Game Pass. Diablo Mortal, Game Pass. <laughs> Zonder microtransacties. Ja. En dan zijn we allemaal blij. Phil de Savior, ja. die op hemelvaart ons komt redden. Ja, dat bedoel ik. Het is toch het is niet voor niets hemelvaart, hè, jongens? Ja. Zo gaat dat. Ehm. Um... Maar Sven, jij vertelde al, er komt waarschijnlijk wel een manier waarop je kunt spelen, maar dat is niet helemaal legaal. Moet je het, het daarover hebben? Of, uh... Ik weet niet, het is algemeen ik, denk dat algemeen, ik denk dat mensen die weten hoe je dat kan doen, dat die daar zelfs had uh, kunnen uitvallen. Nog we hebben een leuke video op YouTube. <laughs> nou, dat dacht over ik eigenlijk de, wel aan. Uh, dat zat ik wel aan te denken, hoe, uh, ja. Hoe heet die? Uh, Zo kun je wel Diablo je ja. spelen. Over Lost Ark hebben we dat toen ja. ja. Maar dezelfde richtlijnen toch, ongeveer? Ja. Dus dat kan je dan kijken vragen, ja, of vragen je af. Ja, maar. Nee, nee licht, dat is anders. Maar hoe je wel kan ja. spelen. Ik zie Ferry iets interessants zeggen. Oh, Ferry zegt, ik denk niet dat de game straks beschikbaar is in de Play Store slash ja, App Store in Benelux. Dus dan moet je een andere account maken in een ander land. Dus dat wordt een goede TikTok om te ja. maken. Ja, booming. 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 Ja, je, er zijn vast wel omwegen om alsnog te spelen. Maar toch vind ik dat wel weer een beetje zuur dat dat dan weer moet. Ik ben dus heel bang dat het uh, straks aan je Blizzard account vastzit. zit. Ja, daar heb je een grote kans. Dan moet je dus een andere... Dat dus je. of je moet een ander blister account maken en je zegt van ik woon uh, in Amerika of in Duitsland mag het vast ook. Of je moet uh, je uh, apparaat laten denken dat je daar zit. Ja. Of allebei misschien zelfs. Maar dat is wel problematisch, dat als je dan weer een apart skin kan krijgen. Als maar dat jij... vind ik eigenlijk alweer te veel moeite voor die game. Ja, ja zeg dat bedoel ik. Ja. Ik, vond het, ik had het leuk gevonden als ik gewoon gratis kon spelen ja. en even een, een hero aan kon maken en een beetje die levels heen banjeren. Maar als ik er nou zoveel moeite voor moet doen, denk ik ook wel ja, laat hem maar weer zitten. Nou, ja, ik denk dat het wel goed is om dit gewoon de doofpot in te stoppen totdat het weer... Totdat ze normaal doen. Ja, doe ja, even normaal. Doe even normaal, Blizzard. Ja. ja, erg jammer. Maar wat ik wel interessant vind is dat dus, volgens mij hebben twee of drie... Podcast geleden ook even over gehad dat de mobiele games wel serieus allemaal beter aan het worden zijn. Ja, toen was de titel nog mobiele games worden beter. Oh, echt, ja. letterlijk dat? Ja. Oh, nou ja. Wel, dat, ja. Uh, dat vind ik en dan wel. hebben we nou weer Top, dit, dit cool. tegenstrijdige nieuws van de dag. Maar ik weet wel dat Blizzard met iets anders goed bezig is, heb ik vernomen. Hè, hier. Nou, nou, ik probeer ook, maar... ook hier een bruggetje voor te schieten. Maar... <laughs> leuk brugje. Maar ik wilde, nog, hier, oh, ik wilde ja? nog iets over zeggen. Want je zegt het wel, maar volgens mij, deze game speelt ook gewoon wel heel goed. Dus los van dit stomme besluit om weer die lo lootboxen en onzin in te stoppen. Speelde die wel heel goed. Dus in ja, nou, de zin, ja, games worden beter. Dat klopt nog steeds. Maar, pardon, maar heb je het benen ook niet bang dat bij het volgende onderwerp ook niet kan gaan gebeuren als het nee, officieel Nee, uh, daar ga ik jou alles over vertellen, jullie. Want die hebben wel de goede oplossing gevonden. Nou, ja. En wat is dat dan? Ja, nou, ik heb dus uh, een best wel lange tijd uh, inmiddels uh, Light Rumble mogen spelen. Um, die werd onthuld. Ik studeer een mailtje: kunnen we dit alsjeblieft spelen? Een week later was het, ja dat kan wel een kleine barge op. Dus sinds uh, deze week ongeveer mag ik er pas iets over vertellen. En dat is die nieuwe mobile game van Warcraft. De eerste echte mobile game van Warcraft. Je had eerder de World of Warcraft mobile companion app. Ja, maar Warcraft. Dat kon je uh, niet echt een app noemen. Maar uh, was niet Hearthstone ook gewoon een Warcraft game? Dit zei Sven dus ook al tegen mij. Uh, deze discussie ja, hebben we gehad. Deze is maar Hearthstone was is uiteindelijk heeft een mobile versie gekregen en is niet een native mobile game. Okay. Dus dat is, was gewoon een pc game die ze naar mobile hebben gebracht. En Arclight Rumble is echt, echt alleen een mobile game. Ja. Ja. En dat maakt het dus wel iets specialer. Um, en ik heb het een tijdje mogen spelen. Ik heb ook de, de developers mogen interviewen, met hun mogen praten. Um, en na het spelen kwam ik eigenlijk al snel dus uh, bij de shop terecht. En dan denk je van oké, okay, hoe hebben ze dit nou aangepakt? Is dit een zieke cash grab? Um, is dit de, de traditionele Blizzard way En toen dacht ik eigenlijk van Oh dit hebben ze eigenlijk heel netjes aangepakt Bovenin de shop Ik probeer het even bij te pakken dat ik niks fout zeg Ik vind het mooi hoe jij een laadscherm helemaal vol weet te praten Totdat je er bent Ja, ja. Bovenin de shop um, Shop 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 Klik Je krijgt sowieso trouwens elke dag 20 gratis muntjes dat is al uh, hartstikke leuk. En wat je met die muntje kunt doen, is boven in de shop heb je de grid. En hoe je de grid voor je moet zien, is in principe negen vakjes. En in de negen vakjes staat soms niks. Soms staat er een unit die je kunt kopen om toe te voegen aan jouw leger. Of een spel om toe te voegen aan jouw uh, spelboek, zeg maar. Uh, en uh, je met muntjes die je verzameld wordt spelen, daar kun je hiermee die dingen kopen. En die Kun je in principe dus gewoon helemaal gratis door te spelen, allemaal krijgen. Hoeveel ja, munten krijg je dan na een potje? Uh, ja, nadat je een gebied uitspeelt krijg je weer wat munten. En dat verschilt elke keer een beetje. Ik heb nu twee gebieden uitgespeeld, ik heb twee poppetjes kunnen kopen, zo moet je het een beetje zien. Je kunt dus ook gewoon voor echt geld kun je muntjes kopen. Ja. En die muntjes kun je dan weer spenderen in de grid door nieuwe monsters in je leger te krijgen. Ja, dus stel, wie uh, is echt eentje van Warcraft die juist zegt, legendary. Die, die gast met die blinddoek. De zit er nog niet in. Ja, maar stel die zou komen en die kost dan gelijk 10 euro. Nu komt het dus, dat doen ze ook niet. Je hebt verderop in de shop. Oh, dat zit er nu even niet in. Dat hebben ze eruit gehaald sinds de vorige Ja, zie je, daar ga je al. Het wordt steeds een Nee, maar ik heb het hier over gehad met de ontwikkelaar. Oké. Okay. Um, maar toen kon je, je kunt voor 2,30 euro ongeveer, kun je ook in een alsmaar rolerende um, shop, kun je ook uh, hero's kopen. En, en die zijn altijd twee euro Maar die zitten nou nog niet in. Nou, die zaten de vorige keer in. Maar nu scroll ik hier en nou zijn ze weg sinds nee. de nieuwe update. Dus nee. we hebben het er even uitgehaald. Maar ik voeg dus aan de ontwikkelaar van. Ik zeg, hoe, de, hoe het nu is, de shop. Hoe je nu aan je agents komt. Ik zeg, ik vind het echt heel erg ver gedaan. Ik zeg voor mobile games die kunnen soms echt wel over het randje gaan daarmee. Um, blijft dit dus zo? Of gaan jullie dit nog aanpassen? En uh, daar, daar was eigenlijk wel de de conclusie was eigenlijk wel van ja we zijn heel erg tevreden met hoe het nu is He, misschien dat er nog kleine veranderingen komen maar uh, we zijn heel erg blij met wat het nu is en zo zal het ook wel blijven um, en ze denken ook dat het voor hun een verdienmodel is waar ze genoeg mee kunnen verdienen om de game mee te onderhouden en er wat goeds aan te verdienen er worden nieuwe heroes ook toegevoegd neem ik aan ja later worden weer nieuwe characters toegevoegd ja. uh, mogelijk ook nieuwe gebieden nieuwe dungeons nieuwe raids Hoe oh, werken die dungeons is dat nog een beetje leuk heb ik nog niet kunnen oh. spelen er um, zijn ze ook nog bezig met ontwikkelen om dat af te maken de raids ook de raids zijn ze nog niet helemaal over uit hoe ze het willen doen zelfs. Ja. Daar zeiden ze zelfs van, uh, ja, we zijn ermee bezig, maar we hebben nog niet helemaal ja, de ideale manier gevonden. Dus dat wordt nog even wachten, ook ja totdat de game uitkomt natuurlijk. En wat is trouwens het onderste in de shop? Dit onderste in de shop, dat zijn xp tomes. Ah. Die kun je kopen voor 500 munten en dan kun je in één keer een character die je bijvoorbeeld leuk vindt, kun je in één keer een vette boost geven ja. en dan is die in één keer een heel hoog level. En even, hoeveel betaal ik per 100 munten dan ongeveer? Ja. Um, hier betaal je 4,50 voor 500 munten en yeah. 11 euro voor 800 munten, zie ik. Klopt dat? Dat klinkt wel heel scherp. Oh, dat zijn twee chests. Oh, dus dan okay. heb je 1600 munten voor 11 euro. Oké, okay. en hoeveel was een... Uh, was, was een Zo'n hele upgrade was yeah. 500 Oké, okay, dus dat valt. Ja, ja. ja dus ja, als je 5 upgrade. euro ongeveer. Ja, Als je echt... Uh, als je... Ja. In hebt, dan. Maar die upgrades, dat zou, hoef je eigenlijk niet te doen, want door te spelen level je eigenlijk al best wel snel. Je kunt ook quests doen. En die quest die kun je dan specifiek doen voor bepaalde units. Dus voor je, en als je dan ziet van. Oh, dit is een van mijn favoriete units. druk je op play, dan voltooi die quest. En dan krijg je bonus XP voor die specifieke unit. door even die map te doen. Dus. Maar je bent het echt, is Sorry dat ik je onderbreek. Maar je bent echt niet bang dat hier ook weer. Uh, want dit is alfa. Dit is een beta, een closed beta. De maar game je, is echt zo goed als af. Maar weet je die ze toch nog even... ...dat, dat, dat, dat toch nog wat klein ja, je op de schouder... ...toch komt bij iemand die boven die persoon staat... ...met wie jij hebt gesproken en die zegt ja. Ik moet heb met de game top. director gesproken. En um, een van de lead designers. Ja. En die lead designers die zegt... ...ik heb aan heel veel mobile games gewerkt. Hij noemde een lijstje op. Hij zegt... en um, de, ...wat hij heeft gemerkt... ...zeker met free-to-play titels voor mobiel die vallen en staan met het feit dat een free-to-play titel echt free-to-play moet zijn. Ja. En dus dat is best wel grappig dat hij dat zegt. <laughs> omdat de Diablo Immortal dus nu al die fout maakt met die ja, legendary klopt. tokens. En hij zegt, dus daarom hebben wij besloten om het monetization systeem zo te doen. We vinden het zo fair. Zo blijft de game volledig free-to-play. Het is echt optioneel om geld uit te geven. En daarom willen we dat ook niet veranderen. Nou, ik dus hoop. toen vroeg ik ook aan hun van... Hoe zit het dan bij jullie met teams? Hoe, hoe, wordt, hoe wordt jullie team gevormd? Hoe wordt een idee ontstaan? Is er een whiteboard? Schrijven jullie op van... We gaan een mobile game maken. En we hebben deze tien opties. We kruisen weg. En deze wordt het. Zegt hij nee. Zo gaat het niet. Bij Blizzard heb je in principe heel veel mensen lopen. En dan loopt er een keer iemand en die denkt... Deze game wil ik gaan maken. En dat gaat hij dan vertellen tegen andere mensen bij Blizzard. Van yo, ik heb een idee. Ik wil dit gaan maken. En als dan diegene zegt van... Ja, dat vind ik vet. Daar wil ik ook aan meewerken. Dan gaat hij meewerken. Nou, dan ga je met z'n tweeën ga je weer naar andere mensen toe van... Vind je dat vet? Wil je daar aan meewerken? Nou, dat gaat zo steeds door. En op die manier wordt een team gevormd. Dus het is niet zo dat er bijvoorbeeld iemand zegt van... Oké, okay, we gaan nu deze game maken. En jullie twintig gaan dat nu maken. Nee, ze zoeken echt mensen die gepassioneerd zijn voor dat project. En die gaan dat dan maken. Wat er dus wel zo is bij Blizzard. Je hebt heel veel mensen met... En heel veel teams die games maken die nooit uitkomen. Ik ja, ben het zeggen, is die het is een beetje een fantasiefabriek verhaal. Het is een fantasiefabriek, over. want je hebt heel veel games die dus deels worden gemaakt, maar nooit uitkomen. Want dit is nu een project wat goed werd bevonden binnen het bedrijf en door de leidinggevende. Dat ze hebben gezegd: oké, okay, ga het maar tot echt helemaal uitwerken tot een game. Maar je kunt je voorstellen dat als dit een manier van werken is, er heel veel teams zijn die met een leuk idee komen, maar. Of tenminste dat denken ze dat een leuk idee is. Maar wat uiteindelijk niet helemaal eruit komt. En dan wordt het weer geannuleerd. Ja. Dus ja, bij Blizzard heb je echt een enorme graveyard aan games die nooit zijn gemaakt. Zonde hoor. Nou, ja, ik, ik zat eigenlijk te zoeken naar de vraag zeg maar van... Waarom hebben jullie niet gewoon Clash of Clans nagemaakt? Maar dan in World of stel. <laughs> maar toen kwam die met dit antwoord. En dit was hun passieproject. En daarom hebben ze dit gemaakt. Nou ik, 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 ik kijk er... Dit is op zich wel een mobiele game waar ik naar uitkijk. Ik heb net een beetje lopen schelden op mobiele games. Maar dit zou ik wel spelen, ja. ja. En dit... Weten we al? Een, hebben we al een datum überhaupt? Nee, er is, uh, dus, het doel is om dit jaar uit te komen. Ja, ja. Ik zie Timo nog vragen in de chat. Als het maar wel uitkomt in de Benelux. Dit komt dus 100% uit, want het heeft geen foute. Microtransacties ja, of zo er kan altijd nog een hoge pief zijn, hè? Nick? Dat ben ik dacht eens. dat je wel in bij Immortal, dus ook ja, het dus is kan kan <coughs> inderdaad. Zijn als iemand van boven wel zegt, ja, maar er moet toch een en een, 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 een lood systeem in, het zou altijd kunnen. Het is dus dus een kleine slag ja. om de arm houden, ja. Ja. dat het zou kunnen. We zijn 98% de, zeker dat ja, maar komt. dat de intentie van de ja. makers is niet dat het gaat gebeuren. Ja. maar als iemand van boven zegt, het moet toch, ja, dan ja. hebben ze een probleem. Dan moet ik zou het zo zeggen. Normaal zou ik dat ook wel denken, maar de manier waarop ze nu spraken, ga ik er niet meer vanuit dat dat dan gaat veranderen. Maar ja, goed, inderdaad, hou een slag om de arm, want je weet het niet. Maar uh, ja, ik heb tot nu toe vind ik de game echt uh, super leuk. Uh, het is creatief, het is uh... Qua artstel kwaliteit van Blizzard die je mag verwachten. Het is leuk om door de wereld van, uh, van World of Warcraft uh, te lopen. Is dat voor jou zeg maar het ding? Want als dit bijvoorbeeld uh, uh, een, een ander skinnetje had gehad, had je het dan ook net zo leuk Oh nee, dat was het honderd keer minder leuk geweest. Ja, stel dat, ja, het dat het een, een fantasy vans, ja. game had. Dan hadden wij gezegd. het topper ja. gevonden dan Nick? Ja. Nou, ja. ja, Ik vind het nou leuk dat ik ook bijvoorbeeld helden kan verzamelen die ik herken. Ik loop door de gebieden die ik herken. Ik heb... Uh, we hadden een groepsinterview en er zaten dertig mensen in die call en we hebben maar met drie of vier mensen vragen gesteld, snapte ik ook niet helemaal waarom ja, kom je, je dan naar die call? Je je vragen vragen gesteld, maar nee. Uiteindelijk was het zo van um, heeft die iemand nog vragen? Dan dacht ik van ja, nou dan begin ik wel gewoon verder te lullen en toen heb ik uiteindelijk met die dude echt terwijl die andere mensen zaten te luisteren 10 minuten zitten lullen over uh, World of Warcraft en waarom het fantastisch is en gewoon over ja ik zei ik ben nu hier en hier en ik uh, ga nu net naar Duskwood. zegt hij oh ja ja leuk doe maar de goedjes aan Stitches voor me ja Stitches is bijvoorbeeld een heel bekend bekende um, Bos, Abomination, op. die rondloopt als een soort worldboss in Duskwood. En iedereen die weet, als je voor de eerste keer naar Duskwood loopt, denk je, oh, ik moet naar de stadje. En dan loop je leuk over het pad en dan kom je stitjes tegen die vermoordje. Ja, dat weet ik nog. Ja, dit heb ik ook toen ik wilde voor Arkaf spelen. Dat is ook bij de Undead daar in de buurt ook. ja Ja, ja. als van het human gebied je begint ook in Arclight, begin je als in het human gebied Elwin Forest, je gaat naar Westfall en dan ga je rest naar Duskwood. En zo ga je uiteindelijk eerst Eastern Kingdoms en dan Kalimdor door. Ja, die om uiteindelijk bij, die gegeven, ja. Ja. bij Onyxia aan te komen. In Onyxia's Lair helemaal aan het einde. En dan heb je een soort van de story complete. Ja. Dus ik had ook al gevraagd aan hem van... Ja, dus ik ben waarschijnlijk veel te vroeg met dit te vragen. Maar ik moet het toch weten. Gaan we ook nog naar Outland? Gaan we nog naar Noordland? Ja, zegt hij zegt, ja, het is veel te vroeg om inderdaad daarover te praten. Maar... Maar ja, maar, de ja, maar uh, ja, die, die, als de game een beetje geslaagd is... dan is die wens er natuurlijk wel om uh, zoveel mogelijk te ontdekken. We je bent je nog je? niet zo heel ver, inderdaad. Ik, ik had verwacht ik, dat jij het toch helemaal uitgespeeld ja, had. Nee, ik heb... Uh, ik heb uh, die uh, die de eerste wilde. paar dagen was ik even heel hard gegaan. En toen heb ik weer een paar dagen... Ja, ik had, toen had ik opeens allemaal feestjes en leuke dingen. Dus toen uh, het <laughs> ging het wat minder hard. Vampire Survivor gaan spelen, hè? Maar ze gaat het toch nee, vaak zeg maar met dit soort ja. dingen. Je duikt er even in en dan speel je het helemaal kapot. En daarna denk je even weer rustig aan. En dan duik je er weer even in. Ja, maar, maar zo blijft het ook leuk. Wat ik nu ook had, is... Het is nog een beta, dus je telefoon wordt er vrij warm van nog. Ja. Dat zijn meestal van die dingen die ze pas aan het einde oplossen. En mijn batterij gaat best wel vrij snel leeg, terwijl mijn ja. batterij eigenlijk heel goed is. Um, dat zijn meestal van die, precies die twee puntjes die aan het einde van de cyclus worden opgelost. Um, dus nu als ik in de trein zit en ik vergeet geregeld mijn oplader zoals jullie weten, ja. dan durf ik niet te spelen, <laughs> want dan ben ik bang dat mijn telefoon leeg is voordat ik thuis ben. Maar nu heb ik mijn oplader bij, dus ik kan dadelijk weer een potje doen. Kijk eens aan. Nou, het is leuk dat je er zo van geniet. Ja, ik ben echt uh, ja, meer Warcraft is meer beter. Eind dit jaar komt nog Wrath of Lich King en ook nog de nieuwe uitbreiding. Heb jij niet in het interview niet even gezegd, ik heb ook nog een ideetje voor een spelletje? En toen? Kan ik het komen pitchen? Nee, jij. Nee, ik heb geen idee voor spelletjes. Oh. Ik wil het vooral spelen. Ik wil het niet maken. Wat dacht ik je van, denk dat jij ja, heel slecht? Wat doen. dacht je van een Warcraft uh, Animal Crossing? Uh, ja, nee, ja, ja ik wilde dus Clash of Clans in Warcraft uh, bij ze pitchen, maar ja, ze waren nog druk hiermee. Ja, dan houdt het op, hè? Of, ik denk uh, ook dat je helemaal gek zou worden als je aan zo'n game zou moeten werken. Ik denk dat de hele magie voor jou van World of Warcraft dan ja. verdwijnt. Warcraft card Hier had ik het laatst aan gedacht. <laughs> nee, card Echt met het net als oh, Mario Kart. <laughs> en dan <op> mounts. <laughs> ja. Ja, leuk. Ja, nou kijk. De... Wel, bel ze gelijk op. Je hebt, in de, je hebt in de game net als Chocobo Racing in Final Fantasy heb je wel zoiets. Ja, maar dan echt specifiek. Oh ja, oké. Okay. Weet je wel, dat je ook itemboxes hebt en dan kan ja, je... Ja, maar, maar Clash of Clans dat je bijvoorbeeld je eigen basis bouwt in met de huisjes en stel van alle... Rassen, dat lijkt me supercool, maar uh, goed, hoeft ook niet allemaal. Weet je waar ik laatst aan heb gedacht? Dat nou. de magie van gamen sowieso een beetje weg is uh, bij ons. Het is bij mij minder dan vroeger. Ja, bij mij ook. Omdat je, omdat altijd als je gamet, dan denk je aan werk. Oh, ik dat heb, heb ik niet zo heel erg. Nee, ik denk altijd van, oh, ik moet hier iets mee. Ik, voor heb, podcast, bij, ik heb dat bij films. Ik, ja, films heb ik wel heel erg. Ja, series. Daarom kijk ik denk ook gewoon veel minder daarvan. Ik kan niet rustig een film kijken of. Nee, zo. Nee, heb ik ook niet. Ik ga altijd, altijd kijken wat ik ervan. Vind. Ik vind. meteen weet ik wat ik ervan vind. Ja. Dat, ja, dat, dat, dat kijk je toch al sinds in school. Want dan krijg je analyseren in het ja. eerste jaar. Nou, dan, dan word je ook gek. Je hoor. Dan kun je niet meer rustig kijken nee, naar nee, dat. Nee, maar op zich, daar ben ik ook wel overheen gekomen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat heeft me denk twee jaar geduurd, maar daar ben ik nu overheen. <laughs> ja, maar Ik heb nu ook met gaming. Ik denk van, oh, nu moet ik hier iets van vinden. Want ik heb gespeeld van, oh, dan nou moet ik in de podcast over vertellen. Of, uh, nou, dat is niet zozeer. Want ik heb net ook. Ik, ik heb niet de bis Zeg ik ook, ja, leuk spelletje. Maar meer hoef ik niet over te zeggen. Weet nee, maar dan dus... nog. Ik kan dat, ik kan dat niet, uh, niet meer loslaten op die bepaalde manier. Ik kan niet zo gamen als vroeger. Ik weet niet waarom, maar... Het, nou ja, ja, dat is dus het gekke. Dat had ik dus heel lang. Maar Red Dead heeft dat voor mij echt opgelost. Want ik had gewoon elke keer dat ik zeg... Ja, ik heb Red Dead gespeeld. Dat was leuk. Ja. En je hoeft niet helemaal in de diepte te gaan. Nee, maar het is niet eens dat ik helemaal na moet gaan denken van... Oh, ik moet hier een mening over hebben. Het is gewoon een soort van... Wat een baflofje. Het is automatisch, als je iets speelt, dan denk je, oké, okay, hoe speelt dit, hoe ziet het eruit? Dat ja, ik ook heel nou, je gaat er helemaal over ja. nadenken van, oh, wat moet ik hiervan vinden? In plaats van dat ik gewoon het over me laat komen en ik zie wel wat er gebeurt. Ja, dat is waar. Ik, ik hoop wel dat met Fallout, dan moeten we gewoon eigenlijk, als dat uit gewoon allemaal een week vakantie nemen. Tegelijkertijd ja, te helemaal <laughs> niks. Ferry zegt nog, je wordt gewoon oud, Nick. Ja, dat is ook waar. Dat heb ik ook wel de laatste tijd. Ik denk van, hoe lang... Ja. Is, is Chinees? Nog? Oh. Ja, ook dat. Denk ik ook wel eens. Ja. Nee, maar hoe lang kan ik hier nog echt van genieten? <laughs> ja. ja Wanneer word ik die oude vieze man die spelletjes speelt? Gisteren waren we toch met Dominique op stap. Die zei ook van, uh, ging het een beetje over dat hij nu kinderen had en uh, hoe oud wij waren. En over kinderen. zei hij, oh ja jongens, begint er nog maar niet aan. Ja, 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 klopt. <laughs> Geniet er nog maar even van. Dat was wel mooi. Hè? Ja. Ja. Ik vind het ook wel leuk wat Bob zegt in de chat. Die zegt, ja, dat heb ik bij muziek. Ik luister standaard naar wat de gitarist en de basgitarist ja, doet. heb ik ook. Bass ik, ik, heb, ik heb ook heel veel basgitaar gespeeld. Dus ik hoor me meteen een baslijn, zeg maar. Dan ben je opeens helemaal daarop aan het letten. En op basis daarvan beslis ik vaak ook of ik een nummer goed vind of niet. Ik heb dus iemand gedate een tijdje. En die muziek ja. de, theorie. En ook echt dat ze nummers uit elkaar gingen ja, halen. Ja, ja. Al luisterde je wat. En dan, ja, dat was vals. En ik zei, nee, ik vind gewoon een goed nummer. Ja, ja, laat ja, me, me gewoon genieten. Waarom moet er waar moet je nou even pesten voor? Maar ja, die noot is vals. Dat is niet goed. Ik zeg, ah, ja, maar dat is precies hetzelfde als, als dat iemand nu zegt van ja, ik vind, uh, ik vind uh, dat vind ik echt een superleuke game. En zeggen wij nee, dat is niet waar. Het is gewoon een kut game. Ja, dat is waar. Dat, nee, dat mag je niet leuk vinden, want uh, het is uh, objectief wat, kut. Ook al is het zeg maar. Het is objectief en subjectief kut. Ja. Dus jouw mening is slecht. Oh, ja, als weet even zelf even dat wijst. mensen zeggen ja Fast and Furious vind ik echt leuke films en dan, kan ik, dan krijg ik gewoon jeuk van. Ja, maar dat, daar ja, hoef, ja, je, daar zo... hoef je het geen <laughs> dit werk voor te doen Nick. <laughs> nee Alleen, maar het is twee, een goed drie recht drie om dat leuk te vinden. Weet dat dat gewoon niet goed is. Dat ja, is maar heel is een, makkelijk. Het is een goed recht om dat leuk te vinden. Ja, maar kom op, festiviewers, als je dat goed vindt. Ik heb altijd, ik denk altijd op een bepaalde manier over mensen. Ja? <laughs> Schotie, mensen hoor. die festiviewers goed vinden en, en, mensen... en mensen die het niet goed vinden. Ja. En ja, dat is eigenlijk mijn twee manieren van denken. Ik heb echt genoten van die eerste twee. Hoor, toen ik twaalf uh, was of ja, zo. Ja, ik ook. Tokyo Drift. eigenlijk. Ik heb nooit op? goed gevonden. Nooit. Nee? Nooit. Heb echt. je nooit dat? was gewoon niet weer speed de film. Ik heb ook niks. Ik had ook niks met auto's als kind of zo, hè? Nee, okay. houdt het op, Ja, Oké. Dan En die speed nee. ook gewoon niks. Nee, ik heb ja. nooit met hè? auto's gehad. Underground 2 is fantastisch. Nee. Dat was fantastisch. Ik heb ook dus niks met auto's. Ik ben alleen Leuk, dat ik alles de tering ja, dat is, ja, dat dat is de reden waarom ik dat leuk vind, want dan hoef ik niet na te denken hoe moet ik auto rijden, dat is gewoon hoe moet ik dit crashen. Dat is wat ik leuk vind aan burn-out. Was er niet de gerucht dat uh, Criterion van burn-out werkt aan een nieuwe niet voor speed? Ja, maar dat ja. is nog steeds niet burn-out, weet je wel. Dat, ja, oké. Okay. Maar als zou... het, stel dat ze dat een soort van combineren. Ik zou het nog steeds niet aanraken, omdat het niet voor speed heet. <laughs> <Nee. laughs> oké. Okay. Dat, dat dus raakt alleen maar aan als het niet voor crack heet. <laughs> <laughs> zo... Ik wou het zeggen, maar dat zeg ik me niet is zo slecht. <laughs> uh. hey, um, er is een uh, spelletje aangekondigd wat wel helemaal in Sven's straatje past. Ja. Misschien wil jij erover vertellen, Sven. Of ik, heb ik nog mag ik nou zo even één ding zeggen voordat we er aan beginnen? Ja, zo maar. Ik gebruik geen kerk. <laughs> ja. Nee, ik wou eigenlijk zeggen. Uh... <laughs> Dat is. Nee, nee, nee. <laughs> nu ik zit dus te kijken naar Arklight Rumble. Uh, de aankondigingstreden daarvan was ja, echt cringe. Oh ja, ik, ik, heb, o, dus, ja. ik heb dus die doet in dat interview. Of ja. in die aankondigingsvideo die zo cringe was. Dat is de game director. Met hem heb ik zo lang zitten praten over wonen Ja, maar dan heb ik dus even over Blizzard. Hè? Dus dan heb ik ook nog over World of Warcraft. Die aankondigingstreden vond ik ook echt toep. Ja. Ik, dit kan je gewoon niet doen. <laughs> dan kijk ik naar het volgende onderwerp. En die vond ik heel goed gedaan. Ja. Dus Sven, leid het maar in. Ben jij hebt er nu perfect ingeleid, Julien? Ga maar door daarover. Ja, het gaat over mij... Marvel Snap. Ja. En dat is een nieuwe card game oh, nee, in deze Pokémon Snap, maar dan met Marvel Helden. Nee, jij ja, zit in een karretje. en dan ja. moet je pootjes maken van Iron Man die voorbij vliegt. Ja. Ja. En dan Ultron die uh, erachteraan scheept. Uh, ja. Dat is het. Dat is het dus niet. Uh, het is een nieuwe card game uh, uit, uit de, de, het creatieve brein van uh, Ben Brode en een aantal andere ex uh, Hearthstone. Uh, Ontwikkelaars. En uh, ja, nou ja, Ben Brod is van uh, achter Hardstone. En Hardstone is in principe een hele goede card game. Ja. Dus als het ook maar iets weggeeft daarvan, dan denk ik dat het uh, heel leuk wordt. Maar er is niet zoveel van bekend, toch? Behalve dat het, weet ik, 150 Marvel personages bevat. Nou, nee, je in hebt varianten. Je kan setjes ja. varianten ja, piksen. Ik uh, want uh, dat is cool om te collecten. Ja, want het is uiteraard ook en, een card collectible game. En er zit een snap in. Ja, de, maar dat, de snap was toch juist dat je er iets met extra punten kon krijgen. Een multiplayer of zo, denk ik. Leek ja. het op. ja. Ja, ik weet, ik weet nog niet zo goed hoe de mechanics zijn van deze game. Het, het bijzondere was: de crux was van deze game. Waarom is het een speciale card game? Je legt niet om de beurt een kaart. Oh ja. je speelt je tegelijk je speelt tegelijkertijd. Ja, jij, hebt beter, jij hebt het beter opgeslagen oh, als iemand er die er heel ergheid vindt. Valt ik me opgemaakt. heel erg tegen van je, Sven? Ja, nee, nou ja, ik <laughs> je weet het sorry niet, We allemaal uh... <laughs> nee, maar je weet toch ook nog niet hoe de game werkt? Ja, dat je tegelijk speelt ja. en dat je, dat je met snap kan je bonuspunten krijgen voor multiplayer. Dat activeren en daarom heet het snap, volgens mij. Ja, maar het, het ben Brood zei ook al. Ja, het speciaal aan deze card game is dus dat je niet op elkaar ja. beurt te wachten, je moet gewoon kaarten blijven flikkeren. Ja, dat is cool. Maar dat, is, uh, dat doet me meteen denken aan uh, zo'n bordspel uh, oh. Troop Tro Burrito. Dat is het ook zo. Daar speelt iedereen ook tegelijk. Ja, dat zegt verder niks nee. over <laughs> dit, dit spel. Ja, ik kent Troop Tro ja. Burrito, maar... Hè. Maar uh, de art ziet er tof uit. Uh, maar je zegt wel eens dat de presentatie... Dit is hoe je een presentatie ja. doet voor zo'n spel. Ja, eens. Dit is gewoon hoe het ja. moet. De, wat, wat Blizzard doet, is echt heel dom. Sorry dat ik het zeg. Het is echt dom. Ja, maar ik maar vond zei... Light Rumble was gewoon over top cringe. En dat was ook een soort van de knipoog. Dus ja, nou, dat is een keuze die je kunt maken. Ja, maar die, of die goed is, dat is de tweede vraag. Ja, ja. Bij, bij de World of Warcraft aankondigingen... vond ik het inderdaad niet de ideale manier nee. om het zo te doen. Heel het heel was heel professioneel uh, was het. Ja gewoon, ja. ja, gewoon heel Amerikaans en dan nog een beetje scheutje Amerika eroverheen. Je bent ook allemaal zo van... Uh, het was heel het, erg ingestudeerd ja, wat ja, we allemaal maar, moesten zeggen. Ja. En, maar dit was ook ingestudeerd, maar dit klopt je zat gewoon een team achter de camera die waarschijnlijk de mensen goed heeft begeleid en zegt ja dit moet je doen Ja, die Ben zet Brood dat ook al 23 keer moeten doen ja. dus ik weet hoe dat werkt. Dat is ook Even wie is Ben Brood? De, de nou bedenker van Hardstone toch? Die Hij ja, was de game director van ja, Hardstone. Ja, dat is ongeveer, ben je ongeveer de bedenker. Heb ja, ja heeft het heeft het wel het wel wel. in uh, ieder geval het overzicht in Nick heeft dezelfde alles. adem als hem, dezelfde uh, lucht als hem ingeademd natuurlijk. Uh, <laughs> oh, ja. <laughs> ja, dit het verhaal nog maar ik. Ja. Elke keer als Ben Brood bij komt het verhaal over dat Brood hij telt niet zeggen maar ik denk het best niet. Nou, ik was een keer op bezoek <laughs> bij Blizzard. Bij Bobby Kotick eh, Mocht ik op bezoek? Nee, dat is niet. Dat was hij er nog niet, toch? Kotick? Jawel, ja, toen oh, was Activision was het al Activision Blizzard. Ja. Nee, voor heel voor zo'n storm was ik daar toen op bezoek. En toen kregen we een rondleiding. En wij lopen daar door die tuin. Hè, weet je wel, waar die grote ork eh, zo mm -hmm. in het midden staat. En eh, daar op een bankje zit gewoon Ben Brood met iemand een kopje koffie te drinken. En wij lopen daar met z'n dertig langs. En ik ben de enige die, die zo staat te wijzen van. Hallo? Jullie missen hier even Ben Brood met z'n allen, jongens. Hallo. En iedereen liep zo lang voorbij en Waren allemaal noobies, die snapten er allemaal niks van. Die kon het allemaal niks interesseren dat het Ben Brood was. Ben Brood heeft ook die legendarische stem. Ja. Echt ja. een hele ja, diepe, diepe voice-over-stem heeft hij. Ja. Maar het was dus wel, je denkt, je gaat naar Blizzard en je denkt van: nou, ik kende best wel wat ontwikkelaars die daar werkten, want sommige zijn ook best wel publiekelijk, zeg maar. Mm -hmm. En Ben Brood was daar één van. Dus toen vond ik het was toch wel tof dat, hij, dat je hem dan daar ja. gewoon ja, zijn werk ziet doen. En hij heeft Blizzard ook verlaten voordat hij zeg maar even van alles naar boven kwam drijven. Dus misschien voelde hij het aan of wist hij dingen dat hij dacht van dit gaan we niet langer doen. Hij had ook wel best wel lang gewoon aan hardstok gewerkt, dus dat is ook wel weer tijd voor iets nieuws volgens mij. Ja, heel lang. Ook. Ja. En toen is hij dit begonnen. Hoe heet het? Zijn company ook weer? Ja. Ja, dat vraag je nou, hè? Iets met een S, maar ik weet niet dat. En dan is hij iets heel anders en dan was het een pure gok. Sonic. Nee. Ja, dus de nieuwe studio, niet. Second Dinner. Ja, zie wel een S, Hey, Second Dinner van Ben Brode. Maar wel weer dat hij dan wel een kaartspel maakt, is wel grappig. Ja, maar daar is hij goed in en ja. daar zijn degenen die met hem werk ook goed in. Dus en de investeerders vinden dat ook op prettig. Ja, en dan ik, dan ik vind het interessant dat, je... dat ze wel een Marvel licentie dus hebben kunnen krijgen. Dat ze gewoon ja, al die, die personages... Die met maken. een pakje boten, Sven. Dat zie je aan uh, Crystal Dynamics. Uh. Marvel heeft dus, ja. dat was nieuws vandaag, heeft Marvel licenties aangeboden aan Xbox, Playstation en oh, Nintendo, ja. volgens mij. Nee, een Xbox en Playstation. Alleen een Xbox ja. en Playstation. Ja, en Xbox wilde er niks mee te maken hebben, hadden ze gezegd. Ja. Dat is huh? een bijzondere keus. Ja. Dat is een hele bijzondere da, keus. En daarom hebben we nu Marvel Spider-Man en Mars Morales op Playstation. Ja. ja. Nou ja, weet je. Uh, wel leuk. leuk. Ja, en die, nee, die is, er, die is, is ook Xbox. Ja, ja dat is een yeah, uh, Maar die uh, Wolverine game komt er ook nog ooit aan, toch? Ja, die, ja dat wordt wel. Dat is uh, ook sucker toch? Of niet? Nee, Insomnia In Dat is ook een gemerkt. Ja, we wordt wel heel tof, dat. Zeker. Nee, dat? Denk ik, hè? Dat, denk ik, dat weet ik niet. En dat, nee, hopen ja. we, dat hoop ik wel, ja. Maar nee, ja. Uh, dit, dit is dus het, het mobiele spel dat ik oversla. En Sven gaat het nee, Maar ik weet het niet of het mobiel ook. is. Volgens mij, ook ja, weer, volgens mij wordt het weer een hybride dingetje. Oké, okay, ja, dan kun je het op allebei spelen. Ja, dus ik denk weer... er ook wel echt uit. Dat ze ook echt weer Marvel Snap pakjes gaan verkopen. Oeh, dat zou. Nee, zo. oké. Okay. Ja. ja, dat kan. Want de collectible value ligt hoog, omdat ze die uh, uh, variables mm. doen. Ja, maar het is toch. Ja, ja, dat je het ook letterlijk in het echt zou kunnen ja. spelen. Ja. Ja, dat zou misschien dat dat een soort van verlengde zou worden. Nou, ik zie het zo wel doen eigenlijk. Ja, nee. maar dat zou je ook bij dan kunnen zeggen. En dat is ook niet. Uh... Ja, maar ja, nee, want je had de Warcraft Trading Card Game. Dus dat gaat zo. Ja, waar je gaan zeggen, Ja, Jemmer. Nee, want die Warcraft Trading Card Game is al lang. Ge... Heb ik nog een paar pakken in pakjes van, hè? Ja, ik zou ze bewaren. Kijken Kijk over een. Uh... Nee, ik heb geen Spectre Tiger, tiger. Ik, ik heb er eentje open, maar het is geen Spectre Tiger. Dan dacht ik, nou, misschien. Hmm. Hoeveel heb je er nog dan? Want die nee. dichte pakjes zijn toch ook gewoon geld waard nu? Ja, nou ik denk in een staat waar, waar ik zin heb dat ze niet meer geld waard oh. zijn hoor. Die dingen die hebben. Je echt, moet gewoon uh, kijken of er een spectral tot hier in zit en anders nou, gewoon weggooien. Okay. Anders is het geen moeite. Hé, hey, jongens, mediatipjes. Niemand heeft wat. Nee, ik had niet echt iets. Jij ik ben, wat. Uh, ja, gisteren ben ik al opgekomen, maar. Uh, wat, uh, ja, maar, uh, ik, uh, ik volg nog steeds MSI en Sven ook. Dus, uh, maar die heb ik ook al een keer getipt. Ja. Ik kan al een tip zeggen voor Nick. It's always Sunny op uh, Disney Plus. Oh ja, ben ik vandaag weer aan begonnen. Ja. Is echt fantastisch. Boom. It's always Sunny in Philadelphia. Gaat kijken, als je niet kijkt. Het is Hilarisch. Doe jezelf plezier. Ik wil nog wel een klein tipje. Kijk. Ja, precies. onderkoop is weer begonnen. Och nee, mijn vriendin kijkt ook. Ik ga expres elke keer weg. Wat? Want ik, ik kan... Waarom? Ja, kijkers onderkoop kan ik nog redelijk tegen. Maar ja. ik heb nu een soort van zoveel van dat soort programma's gekeken, dat ik eventjes. Oh, meer even kan. Het, 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 het geforceerde real life. We, weet je wat het is? Zij kwam thuis. Ja? Zij opent Videoland. Oh kijk eens wat leuk! Ik vertrek, kijken zonder oh, koper, de boer vrouw. Alles stond opeens weer in het aanbod en ik dacht: nee. Het wordt tijd dat je tweede tv haalt denk ik. Uh, nee, joh, ik ga gewoon lekker. Even nee, maar dat ja, maar misschien ook omdat wij uh, ooit volgend jaar hopen te gaan verhuizen en dan mijn vriend zegt ook: oh even inspiratie opdoen. Ja. Dus daardoor is het meer uh, ook wel leuk. Ja, ik ja. heb echt een trauma aan dit soort programma's, zonder dat ik het heb gekeken. Want je dat je het ooit echt... meegedaan? En... Nee, gewoon het hele, het hele voice-over. Ja, het dus nee, gedoren. ja, eens. En... Ik, ben, ik vind dat ook dat nee, vind nee. ik ook volledig cringe. Dat, ja. Want je weet gewoon, ze krijgen zo'n nieuw huis. Dat wordt helemaal naar hun smaak ingericht. En dan moeten ze bij elke kamer moeten ze zeggen. Oh, wat. Mooi. ja En, en je weet, weet gewoon dat het de eerste keer niet goed genoeg is gegaan. Dat ze dat <laughs> nog een keer hebben moeten doen. En dan, want je moet ook, want alles is natuurlijk gesponsord. Dat hele huis is gewoon een soort etalage van sponsoring. Ja. Oh, wat is de grootsteen mooi, hè? Dat soort dingen. Een ja, Coca-Cola-fles op deze <laughs> ja. keuken. Oh, en de vloer. Oh, en dat bed. Ja. Uh, ja, dit nou, bed dat, is uh, van BetuBed. Ja, echt uh, dat. Ja. De, dit programma is gesponsord ja. door... Nou ja, en dan de hele lijst. Ja, daar moeten ze bij elke kamer moeten ze daar wat van zeggen. Ja, ik, ik nou, wel, dat is dus precies waarom ik het niet kan uitstaan. De spotte ja. veel uiteraard dit, maar als je net gewoon niks in meme zag toen ze haat voor het <laughs> programma had. Die had nee, iets van ik dit ben, een, die delen dit van het programma zijn wel problemen. leuk. Maar er zijn twee dingen die ik niet leuk vind aan het programma. Dat is één wat Sven net benoemd: hè, dat ja, overdreven ja, dat gejank leuk. als ze het uiteindelijk krijgen. En twee. Er is geen enkele reden waarom dit programma een uur moet duren. Nee. Dit kan ja. makkelijk in 20 minuten tot <laughs> ja, een half uur. Ja, ja. Maar ze weten het altijd zo uit te rekken en mooi te maken dat hij een uur naar moet kijken. En dat vind ik veel tijd. Ja, Voor de rest vind ik het ja, best ja, leuk is. hoor. Hè? Van bouwval naar een mooi huis. Dat is een interessant concept. Maar, maar ik kan net zo goed extreme home makeovers kijken. Nee, want dit is wel, je weet zeg maar dat deze mensen doen. Serieus hun best voor degene waar dit voor is, in plaats van dat ze iets Doe ze doen. Ze is ook bij extreme home make Dat zijn mensen die arm zijn, waarmee ze een heel huis opknappen voor ze. Dus nee, ook al allemaal... Bij die ja, ene ja. zeggen ze: ze heeft dit kind één keer gezegd: van ja, ik vind dolfijnen leuk, en opeens is zijn kamer is, is een dolfijn. Ja, ja. Nou, is wel leuk? Nou, nee, nou, ja, dat, dat gaat weg. Ja. Hier gaan ze wel echt moodboards bekijken en dat soort dingen. En mensen die moeten. Oké, okay, hier is een ander probleem: ja. moodboards. Wie maakt dat? <laughs> waarom wil je dat doen? zelf? Ja, waarom? Dan hebben ze even degene die het huis ingericht hebben, dan weten dan oh dit vinden ze mooi. Dit is zo'n Pinterest ding joh. Ik vind dat, zo ja, maar dat is toch juist voor mensen die hun werk is om smaken samen te brengen die een beetje aan elkaar liggen. En dat doe je gewoon zo. Kunnen we trouwens niet nu een discussie starten over kopen zonder <laughs> kijken en waarom het goed of slecht is? Ik denk dat niemand dit er fuck interesseert. Nee, nee, ja, is wel ik leuk. denk uh, ja, misschien, misschien wel. ook. Ja. Misschien uh, is het spreken we ja, een hele nieuwe doelgroep aan. Nick. Misschien moeten we de titel gewoon is Kijkers zonder kopen goed van deze podcast ja. afleiden. Dan moeten ze één uur en ja. 18 minuten luisteren. <laughs> ja, maar dat is, zo werken de klikbeetjes ja. is toch altijd. Oh ja. Maar goed, ik heb ook een tip. Ik ja. ben hier gisteren, want, Ja, wat is dit ook weer? Ja, wat, waarom is het nou zo denigrerend doen? over Nee, mijn dat is tip? niet denigrerend. Ik heb je heel hard ik, voor gewerkt. Ik, ja? ik vraag me af wat dit is en waarom. Oh, nee, ik hoorde het je al daar zeggen. Ik ja, al weet, geen idee wat dan heb je er nou weer gedaan? Ja, nee. Terechte uh, ter ter vraag. Ja, wat, nee. wat is jouw tip? Carbuncle de Uggditoet. een nacht van aan ja, 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 dat is dus het is een, 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 een mockumentary, zeg maar. Ja. En die is door de NPO gemaakt. NPO ja. die is geproduceerd. En die staat gewoon op YouTube. Oh, wel. En dat gaat dan over een jongen die heeft zichzelf opgesloten op een middelbare op uh, een uh, basisschool. Yeah. Die is één keer weggerend toen Carbonko op tv kwam. Die is nooit met het kastje uitgekomen. Hij <laughs> gaat die documentaire maken, gaat op zoek naar Carbonko en het verhaal van Carbonko en dan kom je erachter dat Carbonkel een crackverslaafde is geweest of zo, en dat ik Mick Lorland was uitgezonden en dat hij een zware drugsverslaving met Moffel had en uh, Moffel <laughs> komt er ook nog geen voor van Moffel en piertje. Dit heb ik op TikTok gezien volgens mij. Ja, dat kan makkelijk ja. Die Moffel Gisteren... dat die ook uh, iets ging, dat ging ook over crack. En Ik dacht dat heeft gewoon iemand overheen gedumpt. Nee, Dat is echt zo. <laughs> dat is echt die stem van Moffel ook. Het is echt bizar. Hè? Misschien moet ik het wel kijken. En ook echt de originele stem van Carbonkel en. Ik zat dus uh, gisteren, want het was gewoon een lange treinrit. Hè? Uh, gisteren was avontuur. En toen ik terug, ging ik. Nou, het regent buiten. Ik kon niet even lekker naar buiten kijken. Dan ga ik dus ook, ook TikTok te kijken. Dus ik ja. die TikTok van dat is ik. Hey, en toevallig had een vriend van me het er echt twee maanden geleden over. Dus ik nou, ik ga het even op, op, zoek op YouTube. Ik heb gewoon 30 minuten lang lekker dat, dat die <tus> weer gekeken. Uh, dus oprecht, uh, het is echt oprecht. Is het is 30 minuten leuk vermaken als je even niks te doen hebt, denk ik. Weet je wat ik altijd vet irritant vond? Ik vond Carbon nooit echt eng of zo. Ik vond. Ik Mick Loreland altijd echt de bom. Ja, Als je op groep drie ging kijken, hadden. die tv kwam het klaslokaal in, dacht je, yes, <laughs> en dan Ik Mick Loreland kijken, want ja, ja. op de een of andere manier keken we dan altijd, laten we zeggen, aflevering 5. en dan opeens aflevering 20. Oh. Ja, oh. En ik heb, nooit, ik heb nooit vanaf het begin tot eind Ik mick Loreland nee, kunnen kijken. Niet. En dan uiteindelijk ging ze dan echt op avontuur en dacht je, oh, nu gaat ze. Skip. Ik weet nog steeds niet hoe het is afgelopen. Nee, ik ook niet. En heb je ook niet dat het een was, dan is ook een tijdje dat het een menselijke vorm was volgens mij. Uh, Wil die Bert of zo, die speelde hem. Ik heb geen gast. En uh, dus toen had je. Wat ik altijd had, was dat je de skip had. Dus je had dan een paar afleveringen dat je op was pop had. En dan had je opeens later, zonder dat je de transformatie doorgemaakt, was geweest op de daar staan. Dan dacht ik ook, wat is dit nou weer? <laughs> ja, nee, dat is inderdaad echt problematisch geweest. Maar ook dat die. Je, je, je keek het en de eerste aflevering ging het goed maar die tv-car die kwam niet meer omdat kinderen bang werden van carbonco en er waren klachten aan de school doorgegeven dus dan kon je het niet meer kijken ja. weet je dat wij dit nooit op school keken wij keken het wielerwingding en jullie en school, keken de het uh, tv en uh... de passion, ja, <laughs> ja. <laughs> nee wij keken die andere hoe heet je ook alweer zei je gewoon heftige. Nederland 1 op zondag op <laughs> dat ze lekker gaan zingen in de kerk <laughs> ik heb <laughs> les gehad van de docent die dat heeft bedacht echt ja nee ja serieus nou wat een meeste brein uh, Nederlands idee. Nederlands zit. Ja, ja, als je dan een kater hebt en je zet de tv aan, en dan komt het. Op, en ik denk, oh. Ja, maar dat is toch geen idee of zo? Nee, dat je ja. dat bedenkt. Dat dat is je, gewoon een, je zet de camera een camera in de kerk neer. Ja. 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 Nou, wat een vet goed idee. <laughs> Jezus. ga je nou, wel geld aan verdienen. Uh, ja, vast wel. En dan ja. uh, mag je les gaan geven op een, uh, op, op een hogeschool. Ja. <laughs> dat kan best goed verdienen hoor. Ik zag laatst facturen ja, voor mijn ouders. Ik zag het ook voor mijn school. Ik dacht, misschien moet ik toch gaan doseren. <laughs> ja, je moest minstens een WO hebben gedaan. Ja, dan houdt het snel op. Maar wel 5K in de maand. Ja. Jezus. Voor uh, HBO's. Docent. En de rest, zeg maar. Pak je veel vakantie. Ja. <laughs> echt mooie vakanties ook trouwens. Maar wel, je wil echt een docent zijn, man. Dan moet je echt zoveel nakijken. Je bent echt. Staffers druk dan. Niet dat we nu niet druk zijn. Maar nee, dat, dat is op we next manier. level, zeg maar. Dan heb je officieel vakantie. Maar ik denk niet dat je dan vakantie hebt. Dat, dat niveau, zeg maar. Ja, ja tenzij je avonden doorwerkt. Ja, maar dat is dus Godzelfde. Ja, ja, ja. ja, klopt. Dat ja. wil je ook niet. Nee. Nee, niet oké om dat te worden. Tenminste, wel oké, we hebben ze nodig. Maar voor ons niet. Nee. Dat zou niet mijn vak zijn. Maar jij keek dus nooit. Ik mik me Jij weet niet wie Carbonco is. Jij wel, dat is die lelijke. Maar jij weet dat pas sinds later. Weet ik wel, sinds wanneer ik dat weet? Sinds gisteren. Ik kwam niet al. Sinds tien minuten geleden hoorde ik dat. Nee, ik weet niet van sinds wanneer. Woon jij ook in de Bijbelbelt en weet je ook niet hoe dat is? Laat het weten in de reacties. <laughs> um, we zijn aan het einde, denk ik, jongens. Want ik heb niet echt een mediatip verder. Ja, iets alweer Sunny ja. ik een goeie van jou. Uh, MSI, hè? Nog steeds bezig ook. MSI is nog bezig. Ja, ik denk dat dat wel goede mediatips zijn, zo over het algemeen. Okay. Wat zou Tom hebben gezegd? Wat zou Tom hebben gezegd? Ga kijken naar... Succession. Succession, want hij heeft nu... Uh, hij heeft alles afgekeken. Nu veeg ik misschien... Uh... Of Mike het gas misschien voor zijn voeten weg. Maar hij nee, heeft me het nog over had hij het afgekeken, volgens mij. Ja. Nee, hij stuurde mij gisteravond dat oh. ik nog één aflevering moest. Dus ik ging ervan, en dat was om acht uur. Dus ik ging ervan uit dat hij het wel heeft afgekeken nog. Ik dacht dat jij wel uh, fijn hoort als het mee tip zou doen. Uh, ja, ga morgen naar de Conference League finale kijken. Jij gaat hem kijken hè? Oh, wacht, nee. Oh, ik zie Kelly heeft de tip van de week. Oh, oh ja. ja, shit. En je kan je nog één afwas plakken. Vrijdag begint Obi-Wan met twee afleveringen en Stranger Things is ook te zien. Vanaf vrijdag. Goed. Wat, dat dat wat gaat ongegeten. iedereen, als we nou, oké, okay, dit is even een TikTok moment, ja, ik heb een TikTok moment. Vrijdag, je mag maar één serie kijken van de twee, welke, wacht, ik doe hem even opnieuw. Vrijdag uh, gaan Obi-Wan en Stranger Things premieren, maar je mag er maar één kijken. Je hebt maar tijd voor één aflevering, welke zij kijken? Soms zeggen mensen wel eens dat er geen stomme vragen zijn. Maar als mensen dit zeggen, ja. dan knip ik dit fragment uit ja. en dan stuur ik dit naar ze. Want dit is de stomste vraag nee, die ik heb Nee, je moet nou een voort. antwoord geven. Ja, Obi-Wan natuurlijk. Oké, okay. Sven? Obi-Wan, want Stranger Things duurt 30 uur voordat er één aflevering is geweest. Ja, heel vervelend. Nee, anderhalf uur man. Obi-Wan zou ook zo lang duren, denk ik. Hmm. Zeker. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee Obi-Wan voor de die twee afleveringen? afleveringen, dan kun je in twee afleveringen Obi-Wan, dan heb je er pas één van Stranger Things gezien. Okay, nou dat is wel. En Het komt wekelijks uit of in één keer allemaal. Wekelijks, Obi-Wan. Maar je begint met twee en Stranger Things is wel in één keer. Ja, dus dan zou ik ook voor Obi-Wan gaan, ja. Ja. Lekker. En de chat zegt ook: uh, iedereen Obi-Wan. Obi-Wan. Hey. het Ik zag trouwens nog wel een leuke meme over dat Obi-Wan uh, zijn naam heeft veranderd naar Ben Kenobi oh, in plaats ja. van Obi-Wan Kenobi en dat hij daardoor verstopt lijkt. Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit heel erg over nagedacht. Maar dat is natuurlijk niet echt een vermomming of zo. Ja. <laughs> Qua naam toch? Dit kan niet. Wij zijn op zoek naar Obi-Wan Kenobi. Nee, ik ben Ben Kenobi. Nee, dan zijn we niet op zoek naar jou. <laughs> ja, dat zou echt heel maar dom zijn zijn. toch ook Star Wars. Star Wars stormtroepen zijn toch dom in feite. Dat is, dat een is wel waar. Ja, ze is wel ze kunnen wel kennen en niet schieten nu, hè? Ja, klopt. Taika Waititi heeft daarvoor gezorgd. Ja, wat een held. Ja. En hey, goed jongens, we zijn aan, de, aan het einde toegekomen van de podcast van uh, SideQuest. Luister via Spotify. Geef ons dan alsjeblieft vijf sterren. Laat een reactie achter. Als je het tot nu toe hebt volgehaald, kun je niet anders, hoor. Nee. Hey, en um, Jullie kunnen een reactie achterlaten op Apple Podcasts. Die kunnen we dan ook lezen. Daar zijn we altijd blij mee met feedback. Oh. En je kunt ook altijd in de Discord komen en daar een briefje achterlaten. Ik wil nog eens even. Zeggen. Ja, nee, we hebben nog steeds het grootste probleem. Ja, was het natuurlijk donderdag heel handig niet. Uh, maar uh, Fokbar Island. We hebben nog steeds een luisteraar die is nog steeds. Ja. Die heeft gezegd dat Nick een review moet doen. Wanneer ja. komt die Nick? Volgende week donderdag dan, denk ik. Okay. Als hij erop staat, dan ga ik Fuckboy Island kijken. Staat, kijk staat er al op. er al op. Dan ga ik Island kijken. Nou, kijk je. eens aan. Dat was je mediatip extra. Ja. Zoveel Bonus tip. goed. Ja, okay. ja, jongens. Al onze socials zijn at Lux, volg ons daar. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Je kan het zo gek niet bedenken. Wij zijn daar. En uh, donderdag zijn we er dus niet met videoteken, want het is helemaal vaart. En uh, volgende week dinsdag zijn we er gewoon weer met sidequest. Dus hopelijk tot dan. Nu moet je zwaaien, jongens. Nou, doei. 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 En de schakel app doet het niet, dus Julien gaat ons zo meteen uitzetten. Ik word eigenlijk nu heel flauw doen zeg maar, wat, ze, wat je wel eens hoort bij uh, het nieuws, dat mensen al feedback gaan geven en ja. dat het dan niet... Nee, uit... dan doen ze altijd hun blaadje zo. Oh, ja.